The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al jaren bezorgd als het ergens over moet gaan. Send de miste? Not the face! liever op bieden daarna. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Never Meet Your Heroes. Een volkswijsheid waar onze gast van vandaag over kan meespreken. Onze gast is DJ, radio- en TV-presentator. Hij begon zijn carrière bij Stubru als muzieksamensteller voor programma's als Coach Kenneth, De Eburone, Bin There, Done That. Zelf presenteerde hij op diezelfde zender de programma's Brussel, Vlaams, taan, One Night Stand en Hammertime. Hij was ook VJ op MTV Nederland en TMF Vlaanderen. Als DJ stond hij. ...met zijn stubru-collega Stijn van de Voorde... ...op alle grote festivals. In de slimste mens van de wereld... ...was hij in 2012 goed voor een toenmalig recordaantal 11 deelnames... ...en vanaf 2013 presenteerde hij de ideale wereld op 4... ...en later op Canvas... Maar waarom Never Meet Your Heroes, vragen jullie zich af? Wel, vorig jaar maakte hij een documentaire over zijn jeugdidool Johnny Polonsky. Hij nodigde de Amerikaanse rocker uit naar België en regelde er een heuse tour voor, met t-shirts en al. Deze epic car crash moet je zien om te geloven. Verder is hij nu ook te zien op vier in het programma Over de Oceaan, een emotionele trip over de Atlantische Oceaan. Microfoon aan, lullen maar met niemand minder dan Otto Jan Ham. Otto Jan, welkom. Ja, dank je. Zeg, ik kwam iets over u te weten, dat is Kaio Nozel, maar dat weet waarschijnlijk iedereen al. Ja. Maar ik, ik viel er gewoon van achterover. Ga ze eigenlijk een Nederlander? Ga ze geboren in Eindhoven? Ja, ja, ja. Ik, ja, ja, absoluut. Wist je dat niet? Nee, ja, ja, nee. Ik wist dat totaal niet. Dus ik, in Vlaanderen ik... verzinnen ze die naam niet. Wat Jan dat is een. Uh... Ja, dat, ja, maar toch, je hebt wel mensen die ook wel zo'n dingen doen, of ja. zo, het zou nog wel kunnen. Dan ga je zo maar rare ouders zetten, ja. maar toch? Ja. Nee, nee, ik ben, ik ben uh, volbloed, 100% Nederlander. Ja. En ik, ik, dus uh, heel lang, als mensen mij vragen: van wat zijn nu eigenlijk? Zit ik een Belg of een Nederlander? Want ik heb wel echt bijna heel mijn leven hier gewoond heb ik altijd gezegd, oh ja, ik ben een beetje, een beetje van allebei zo. Maar, maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de laatste tijd kom ik er steeds vaker achter dat dat niet waar is, dat ik eigenlijk gewoon een Nederlander ben. Ja? Ja, dat is zo. Ik, en ik en, um, vind dat wel interessant eigenlijk. En ik vind dat wel uh, bijna bevrijdend dat ik dat nu eindelijk kan omarmen, dat dat gewoon zo is. En waarom, waarom is dat zo? Waarom ja, zie om, jij zo? Omdat um, uh, dat is gewoon helderder voor mij. En ik vind dat, ik vind dat wel... wel wel grappig en tegelijk ook wel confronterend, want, want je wilt daar misschien ook wel van loskomen of je wilt dat da negeren, maar identiteit is, is, is onlosmakelijk ook toch met je met afkomst of heeft daarmee te maken. En um, dat heeft bepaald wie dat ik ben en welke keuzes dat ik gemaakt heb en waarom dat ik vandaag zit waar ik zit. Uh, dus het heeft geen zin om dat te gaan ontkennen of zoiets. Mm. En dat wil niet zeggen dat ik niet kritisch ben ten opzichte van dat land. Hè. Integendeel. Ik bedoel, ik vind, ik vind dat zo. Dat is echt een verschrikkelijk land bij momenten. En verschrikkelijke inwoners. <laughs> mm -hmm. Maar tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat ik een van hen ben. En, uh, ik heb gewoon, ik ben. Ik ben gewoon een Nederlander die hier opgegroeid is en die zich perfect heeft weten aan te passen aan ja, zijn omgeving. Ja, want aan u, je hoort het totaal niet, hè, als je praat. Dat is... Dat is nee. nee, ja, hier horen je dat niet, maar thuis bijvoorbeeld. Ja. En dat, uh, uh, dat kun je ook wel in die filmen uh, horen. Tegen mijn kinderen heb ik geen keuze dan daar Hollandser tegen te spreken. En ik zeg, ik zeg Hollandser, want mijn familie in Nederland vindt dat ook dan heel Vlaams klinkt. Tuurlijk. Maar het zit hem in die retroflexe air. Mm -hmm. En uh, het grappige is, ik heb het al, uh, al wel vaker gezegd vroeger, toen, en ik ben nu tien jaar, nee, elf jaar samen met mijn vriendin, en in het begin praat ik tegen haar zoals ik tegen jou praat, en, uh, en dat is nooit, dat is geen probleem of zo, dat is, geen, dat is niet geforceerd, dat is gewoon, hoe mm -hmm. ik, nu, ik heb daar geen moeite mee. Um, maar op een gegeven moment hebben we samen een hond gekocht, en tegen die hond kon ik dan niet. Tegen die hond, als, wij, als, als ik de stok gooide en die hond liep weg, en ik moest de hond terug hebben, dan, dan riep ik heel luid, hier hier. En ik kon niet anders. Dat is zo gek. Dat is echt niet. <laughs> dat is niet over nagedacht. Dat is gewoon. Dat, dat is, oh. en, um, uh, maar dan nog kon ik wel switchen tussen de hond en de vriendin. Maar dan kwam de eerste dochter en tegen mijn dochter kan ik ook niet anders dan die, die ar, ar, mm -hmm. En op een gegeven moment is de, 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 de ja, hoe zou ik het zeggen, de, de, de veer gebroken en, en ben ik ook tegen. Heb ik denk ik eerst volledig omarmd en ga accepteert. En nu praat ik ook tegen haar Hollands en ik kan ook niet meer anders en. en ja, dus, maar hoe, hoe spreek jij dan als jij Holland praat? Als je zou babbelen. Het is nu? heel moeilijk, maar ja. ik, ik zal het proberen. Omdat ja. het, is, het is voor mij volstrekt logisch en natuurlijk om dat te doen als hij hier in de kamer zit en als ik mijn hoofd naar hen draai. Ja. Maar als ik het tegen u ga doen, dan gaat het als theater een beetje aanvoelen. Maar het is wel zo. Ik zal het eens proberen. Eigenlijk is er niet zoveel verschil. Zit hem vooral in air. Ja. Eigenlijk, de air. En misschien dat de, de twee klanken nog net iets meer uitgesproken zijn. Dat ik net iets meer een ei en een ui ga zeggen in plaats ja. van een ei en een ui. Oh ja. dus het is, het is een subtiel verschil, maar gehoord het wel, ja. en het zit ik doe het, ik doe het als ik tegen mijn gezinsleden praat, of tegen mijn ouders, mijn broer, mijn zus maar je, hebt, je zei het net in de inleiding, ik heb nog een tijdje in Nederland gewerkt voor MTV, en mm. daar praat ik ook zoals ik nu tegen u praat ja. dus het is, het, het, het is, ik kan het moeilijk controleren als ik heel kwaad ben, dan ga ik heel hard vloeken in het Hollands ja. Als ik heel moe ben, dan. dan dus het, is, het is mijn gevoelstaal. Uh, dus het zit, het zit van onder. En als ik daar deel in mijn hersenen aanspreek, dan, uh, dan, dan ben ik ver heen. <laughs> ja. Ja. Dan is het masker afgevallen. Voilà, ja, dan kunt, het, dan kunt u het? niet meer inhouden. Nee, dat is het voilà, gedaan. Dan hem, ja, want, het want eh, ik vind het wel interessant dat je zegt: ja, Ik heb nu omarmd dat ik een Nederlander ben. Wat vind je dan het grote verschil tussen u als Nederlander opgegroeid en tussen de Vlaming? Waarom, waar maakte dat onderscheid? Ja, het is niet heel eenduidig of zoiets, maar ik denk een Nederlander die heeft, en dat ziet je bijvoorbeeld nu met die, met die rellen dat daar uh, bezig zijn, je kunt daar van alles van vinden en je, je mag daar ook van alles van vinden, maar dat is wel heel typisch Hollands. Die mm -hmm. laten niet zomaar iets over hun kant gaan. Ja. Hoe onredelijk ook, hè? maar als jij morgen tegen een Nederlander zegt van we hebben iets we hebben nagedacht en we gaan, we gaan de maximumsnelheid op de autostrade naar... Uh, naar, naar, naar naar 100 km per uur of naar 80 km per uur brengen. Want kijk hier wetenschappelijk bewijs dat daar minder verkeersdoden gaan vallen. Dan gaat een, een Nederlander, die gaat uh, a priori in het, in, 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 uh, in het verweer gaan. Ja. Want ze moeten godverdomme met hun poten van, van, van mijn maximumsnelheid blijven. En ze moeten mm -hmm. godverdomme met hun poten van, van, van al mijn vrijheden blijven. En dat is een soort van basishouding. En uh, dat, is, dat is op zijn lelijkst, maar, maar uh, soms is dat ook. Iets positiefs. Ik ben, ik ben altijd vrij kritisch geweest. En, en, en je moet niet zomaar alles slikken en alles voorwaar eh, aannemen. En ik vind dat wel iets heel typisch Nederlands. En ik herinner me dat bijvoorbeeld van vroeger toen ik op school zat. Dat ik was op zich niet dwars of niet zo super recalcitrant of zo, maar, maar het was wel zo dat als iemand zei: van als een leerkracht zei, we doen het zo. dan durfde ik wel mijn vinger op te steken en te zeggen: maar waarom doen we het zo? Want we kunnen het toch ook zo en zo doen. En dat is toch veel sneller. En, en dan voelde ook wel. Dat dat niet altijd goed overkwam. <laughs> Terwijl ik echt oprecht dacht: van dit kan beter. En, en, en ik denk dat dat iets heel Hollands is. Mm. Uh, um, het, is ja, het is ook een soort brutaliteit. of een soort uh, gochme of, of, uh, of uh, bluf. Um. Je kon het wel horen op je uw, op uw radioprogramma. Hè? Ik weet nog dat jij zo mensen aan opbelde. en hoe dat jij er dan tegen deed. en wat dat jij er tegen zei. Dat was heel on-Vlaams. Dat je zo ja. in iemand zijn gezicht. Durft van, van dat soort dingen te zeggen, vond ik wel cool. Er viel er wel door op of zo. Dat was wel iets dat u, dat u uh, onderscheidde van heel veel anderen. Maar als ik nu bijvoorbeeld, we we het ook over gaan hebben, nu een documentaire: hè, Hi, my name is Johnny Polanski. Daar vond ik u dan weer heel Vlaams op heel veel vlakken. <laughs> als zijnde die een onzekere gast dat daar zo naast zit en zo: ah, ja, allez, ja, ja, ik wil het niet vragen, maar hè, zodat. Hè, een Vlaming heeft ook altijd de neiging om niet zoals een Nederlander recalcitrant te zijn door boos te worden. Wij, worden, wij zagen altijd. Maar we doen het dan maar. Ja, dat is, Zo, dat is dan hetgeen dat je bij ons altijd krijgt. <laughs> Hezo, wij zijn ook allemaal aan het zagen over de avondklok, maar niemand doet er een zak aan. Ja. Wij komen ook niet op straat. Wij zitten dan maar wat te mokken in wat te morren. Dat is ook echt. Ik vind ja. dat, is, dat is heerlijk. Dat is inderdaad dat is, dat is ja. heel Vlaams, maar dat ja. is inderdaad. Ja. Ja, of zo, of zo dan, dan maar stiekem met een paar man gaan samenzitten. Zoda, ja. maar nooit iets. We zijn luiboos. Ja, zo op die <laughs> manier. Ja. Ja. ja, nee, dat is wel waar. Maar, maar ik, ben ook, ik ben ook wel uh, gevormd, natuurlijk, door, door, uh, door 40 jaar opgroeien in hier, België. Hier te wonen. Ja, ja, ja. Dat is ook zo. Maar goed, er bestaan ook onzekere Nederlanders. Uh, ik ben ook... Dus, ja, die bestaan wel, maar die, ja. die maskeren dat dan door nog luider te gaan schreeuwen en... en, en Het uh, zou en, een tv-programma ja. kunnen zijn, zo. <laughs> vind, vind de onzekere Nederlander. <laughs> ja, maar ik, ze zijn er ze veel, denk ik. Ze, ze, en ze huilen zich ook in slaap, maar, maar uh, overdag dan... dan uh, ja, dat zijn zo omgekeerde superhero's. Overdag dan, 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 dan gaan die gewoon heel luid zijn. En, en dan s'avonds gaat dat masker af. En dan blijken dat allemaal ja. onzeker huilende meisjes te zijn. Ik vond dat toch een. Ik heb veel in Nederland opgetreden ook heel lang. Ik heb ook wel zo'n haat-liefde-verhouding met dat land. Ja. Alsof ik ben daar ook heel graag. Want ik, ik, in het algemeen. Hou ik ook wel van Nederlanders, maar ik moet ook soms lachen met die, waar ze zelf ook om moeten lachen. Met hun eigen hypocrisie, zo dat typische uh, op, de, op de gelijkvloers van een huis uh, zo. zo geen gordijnen, want iedereen mag hier binnenkijken, ja. zo dat protestants dat er nog wat in zit. Van ja. hier gebeuren geen onkuise <laughs> dingen, maar, ja. maar tegelijkertijd haten die dat ook een beetje aan elkaar en zo. Dus ik, ik, moet, ik moet wel altijd lachen met die die volk. Dat is iets wat wij thuis ook ik weiger mijn gordijnen dicht te dichten. Ja, maar dat is zo, ja, dat is zot hè, dat is echt iets ja. Nederlands. Want je ziet dat zo vaak dat je daar binnen en je ziet die en ook zo zitten in zijn zetel van ja ja, ik zit in mijn zetel <laughs> en je mag het gezien hebben, want dan denk ik ah oh, bij ons is dat rolluiken op beneden en alles. Hoe minder dat de, dat de wereld binnenkijkt, hoe ja, beter. Hè? Ja, ja. Ja, waarschijnlijk ja. hebben wij daarom pedofielen. Dus <laughs> een, wat meer dan uh, Nederlanders. Het ja. zijn vage theorieën, maar het kan allemaal. Ja. Hi, my name is Johnny Polonsky. Fantastisch, een documentaire. Misschien moet ik eens ja. even ja, beginnen met om u te vragen, hoe is uw, uh, uw liefde begonnen voor de man? Vertelt er iets wat over, voor uh, onze luisteraars en kijkers die het niet gezien hebben? Wel, um, het uh, gaat een Hele tijd terug, dus die plaat is uit 1995, 1996 en toen studeerde ik in Brussel. Ik weet dat ik smiddags, ik zat op de kunstmaniora en dat ik uh, altijd smiddags naar de, de cd-winkels, de platenwinkels ging om naar cd's te luisteren. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor die winkels, want ik had natuurlijk niet geld om ook echt al die cd's te kopen, maar ik ging dan altijd gewoon met een stapel cd's <laughs> naar het comptoir en dan zoveel mogelijk plaatjes te luisteren. Dat was, maar, dat was alles waar ik mee bezig was. En in de Caroline Music bestaat nog altijd overigens. Ja, die zat toen op de Passage Saint-Honoré. Het was, was eigenlijk een, een, niet meteen een, een, een mooie winkel of zo, maar daar zat ik wel veel. En uh, daar stond op een middag stond een, een plaat op die, die mij onmiddellijk bij het nekvel greep. Um, een heel catchy gitaarplaatje. Een, een soort van. Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, het, was, het was de grunge tijd. Zo, hè? Dus het ja, ja, was ja, ja. nog iets poppier, denk ik. Uh, ja. En iets wat, dan, wat, wat ik fantastisch vond, en ik weet dat ik dan dat ik vroeg: van, wat staat hier eigenlijk op? En, en die toonde mij die plaat. Hi, my name is Johnny. En uh, voor de mensen die de hoes niet kennen, daar, daar staat eigenlijk dus een close-up van zijn hoofd mm. uh, en, uh, en, en in roze letters daarboven, hi, my name is Johnny. En da daar sprak al een soort ironie van uit, dat ik misschien op dat moment nog niet besefte, maar ik wel eigenlijk heel schoon vond en wat mij wel, uh, wel een snaar raakte bij mij. Mm. En uh, ik ben toen naar, uh, ik heb toen denk ik die plaat ook wel gekocht, dus, uh, dus uh, ik had gelukkig geld gant, bij Dat was een goede dag <laughs> en, uh, en uh, dat, ik vond dat een fantastische plaat en, mm. en ik kan dat nu wel achterhalen waarom dat, dat zo is ik snap dat wel daar zat heel veel energie in er zat, er zat een uh, uh, nou, die, die kon ook wel ontroeren die was ook wel uh, humoristisch die, die, en vooral ook dat, dat was een, een gast en dat bleek ook wel uit het boekje die die, die die had dat helemaal zelf gedaan bij hem thuis en dat was wat ik op dat moment ook al probeerde en waarvan ik toen ook nog wel dacht dit gaat ooit mijn toekomst worden uh, maar dat is wel mooi aan, aan 18 te zijn. Uh, en, uh, <laughs> en ik weet ook vooral, binnen stond een, een foto van, van Johnny Polonsky op het strand en er stond uh, bij dat, hij, dat uh, hij bedankte daarin Frank Black. En Frank Black was uh, de frontman van de Pixies, was ook mm -hmm. wel een van mijn grote ja. voorbeelden. Dus, uh, dus alles klopte daaraan. En, 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 en dat is zo lang geleden. En, en die plaat, ik vond ik dat vond een geweldige plaat. En ik weet ook dat ik die aan best veel mensen aangeprijsd heb uh, door de jaren heen. Ik weet nog minstens één ex-lief die ze ook gekocht heeft Dankzij of, of wijdens we mij. <laughs> ja, dat is een, uh, ik, heb het, ik heb het nog eens eigenlijk beluisterd. Onderweg naar hier, er dus straks in een auto, heb ik dat gewoon eens opgezet. Hè? Ik, oh, er zijn ook uh, fragmenten van te horen in uw documentaire. Maar ik vond het een kijk-tof plaatje. Dus ik snap wel mm -hmm. wat dat je ermee had. Dat ook zo'n klein beetje, bij momenten voelde wat Kurt Cobain ook wat in zijn stem. Daar een, mm -hmm. En het gaat ook wat alle richtingen. Uit, het is zowat steviger, dan is het ineens zowat rustig. Ja. Is wat van alles. Dus, dus dat is zo. Ja, ik vind dat altijd mooi. Ik ken veel mensen die zo'n plaat hebben waar je van zegt, ja, dat is een artiest die eigenlijk nergens naartoe gegaan is, maar die één plaat bij u zit die in uw hart en daar houden van. Hè. Ja, dat is ook zo. En ja. ik besef ook wel dat dat voor, voor, uh, voor misschien wel 70% of meer nostalgie is. Hè? Dat dat dat, dat, ja. dat, is, dat is. Dat is die plaat die, die werpt je terug in de tijd en uh, um, toen, toen alles nog mooi en onzeker was. En dat is het, 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 het mooie daaraan. Um, dus dus dat, dat, dat wist ik ook wel. Dat heb ik altijd, of tenminste, dat weet ik zeker nu, van, van dat is wat die plaat voor mij bijzonder maakt. Maar ik weet ook wel dat hij die, dat die op zich ook nog wel iets voorstelt. Zo, het, is, het is geen absolute rommel of zoiets. Dat is uh, hmm. verre van. Maar het is wel echt een plaat uit begin jaren 90 Echt alles, ik bedoel, Mm -hmm. dus het is uh, uh, wie weet gaat dat nog wel terugkomen ooit die klank maar, maar het is wel echt heel specifiek uh, uit dat tijdsgevricht ja, want ik zijn hem ook gaan opzoeken en het is ook niet de minste hè, als je ziet wat dat hem sindsdien allemaal gedaan heeft of met wie dat de hem allemaal getoerd heeft. Hij heeft ook even een band gehad met uh, die twee gasten van Rage Against The Machine. de ja. hey, Big Nose, of hoe heette dat? Dat was zoiets, Ja, dat is eigenlijk de... de dus ja. Maynard James Keenan van toen ja. was een zanger. En dan uh, de, de, de ritmesectie van Rage. Ja. En, en dan hij op gitaar. En... Uh, dus, dus ja, het is eigenlijk een hobbyprojectje geweest. Maar bon, als dat je hobbyproject is, dan wil ik graag die hobby. Ja, ah, wel. Maar op <laughs> die hebben gewerkt voor gasten Neil Diamond. Voor ja. hè, gasten Johnny Cash. Die heeft, uh, die heeft inderdaad ook even in Pussifer gezeten ja. een band van de anderen, hè, een van de bands. Van Maynard James Keenan. Dus het is ook niet een gast die zo niks heeft gedaan. Op zijn laatste plaats stond Mark Lanagan ermee op en zo. Dus die alien heeft altijd zo. Of, of die kerel van de Mars Volta. Oh, ah, Cedric. Zo Cedric, zo al die dudes. Maar dan ja. toch, maar dan toch dat is allemaal fantastisch. Maar als je hem een documentaire ziet, dan zie je eigenlijk niet die kant. Nee, want zelfs een gitaarspel is heel rudimentair. Ja. Uh, ja, ja dat, is, uh, um, dat is zo inderdaad. Um, maar dat was ook wat, wat mij fascineerde aan hem. Hè? Dus in eerste instantie had ik de persoonlijke link en, uh, en, en, en de heel warme herinnering aan die platen en aan hem. Uh, maar anderzijds, toen ik er achteraf achterkwam wat, wat hij allemaal gedaan had, in die, dus, hij, ik zal misschien eerst, dus hij heeft die platen heeft een klein beetje succes heeft dat met zich meegebracht, maar niet veel. Hij heeft eventjes nog in de slipstream van Frank Black kunnen, kunnen toeren. En daarna is hij, zoals dat gaat met rocksterren, is hij te veel gaan zuipen en, en, en gaan gebruiken. En, en is hij heel snel weer van dat da, da podium gekukeld. En, uh, um, uh, en daarna is hij, is hij, hij is altijd wel werkzaam gebleven in de, in de muziekindustrie. Als uh, sessiemuzikant, maar ook als technicus, als chauffeur. Hij heeft, hij heeft echt nog zo uh, 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 de Tegenzet voor Weezer, uh, de, 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 de instrumenten vervoerd voor System of a Down. Al, die, al dat soort dingen heeft hij heeft gedaan. En dat vond ik heel interessant. En tegelijkertijd ook gespeeld voor wat je net zei: de Dixie Chicks, uh, Johnny Cash, Neil mm -hmm. Diamond. Een heel gevarieerd en breed palet aan, aan, aan grote namen. Dus ja, die gast kan iets. En dat vond ik heel fascinerend. En daar wou ik weten, hoe komt dat eigenlijk daar? Dat je die A, die connecties hebt en B, die kwaliteiten hebt. En dat talent, en dan toch nog altijd zo blijft krabben om je eigen. Als, 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 als artiest te proberen blijven verkopen. Zo, wanneer komt zo dat moment dat je beseft: ja, maar wacht, het zit er voor mij niet in als, 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 als artiest zelf. Ik moet het vooral hebben van mijn performance en, en, en van, mijn, uh, van mijn hand en spandiensten. Ja, dat, dat, dat vond ik heel fascinerend aan hem. Maar goed, dat, heeft, dat is er in de film niet uitgekomen. Ik ben de eerste om dat toe te geven, want, want dat was een soort van. Uh, diepte die hij absoluut niet wou, 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 wou verkennen, of zoiets. Hij bleef wat dat betreft heel oppervlakkig uh, Amerikaans. Mm. Ja. ja, want je kreeg hem. Uh, want, ja, hoe is het eigenlijk begonnen? Jij hebt er een mail naar... Je hebt er iets naar gestuurd van ik dat, heb, hem, dat uh, je hem cool vond. Ja, het is ook echt ja. zo, zo. Zoals in de film eigenlijk. Eigenlijk, want ja. de film is echt 100% authentiek. Maar ik zeg eens, Ryan, ja. dat, is, dat is wel de vraag. Uh, de film was wel. Dat was wel het idee of zo. Ja, dus ik, ik wou. Ik heb, um, ik heb uh, toen ik afstudeerde, de, ik heb uh, journalistiek gestudeerd. Het mag geen naam maar ik heb het wel. Ik heb het diploma wel. En mijn, mijn eindwerk, dat was een, 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 een docu, een muziekdocu. En uh, dat was, ik vond dat heel fijn om te doen. Dat genre vind ik geweldig. Ik lees heel graag biografieën van artiesten. Ik kijk heel graag naar muziekdocu's. Mm -hmm. en, um, uh, dus, dus ik had al heel lang het idee van, oh, dat wil ik wel eens, dat wil ik wel eens doen. En... Uh, Alleen ik zocht, een, ik zocht een ingang, of ik zocht, ik zocht een goede haak om hem aan vast te hangen. En op een avond besluit ik of ben ik naar zijn muziek aan het luisteren, terwijl ik wel aan het werken ben, en, en ben ik hem aan het herontdekken. En zoek ik hem eens op op Instagram en zie ik dat hij wat zal het op dat moment geweest zijn, duizend volgers heeft of zoiets. Dus ik stuur hem een bericht om hem te zeggen dat ik, dat ik fan was en eigenlijk wel ben. En dat ik het ongelooflijk vind en dat ik het jammer vind dat ik hem nooit heb live gezien. En hij reageert vrijwel onmiddellijk en, en zegt ja ik heb nog nooit in België gespeeld als je mensen kent laat me iets weten dat was dat was het antwoord van van Johnny Polonski en toen onmiddellijk dacht ik dit is mijn haak voor die film die ik eigenlijk al heel lang wil maken mm. dus dat was dat was het al dat was dat was uh, dat was onmiddellijk kwam dat en uh, en ook vanaf dat moment ik, um, ik heb hem toen geantwoord en ik heb ook onmiddellijk gezegd van ik wil er dan wel ook een film van maken en um, en toen begon de twijfel toen begon het allemaal. Eigenlijk, daar begint ook echt het, het hele avontuur van iemand die zijn hand overspeelt. Want ik had nog geen film... Allee, bedoel, dat was wel iets... Ja, ik heb dat ooit voor het school gedaan. Dat is andere Koek natuurlijk. Maar daar, daar begon het allemaal. Maar het was vanaf, vanaf het prille begin was dat wel mijn idee. Van, ik ga dit ook vastleggen, want, want ik voel dat hier iets in zit. Dat dit een, een manier hij, is om dat verhaal te vertellen. En hij vond dat oké? Okay? Want ik zou denken ja. dat... Ja, direct. Want daar was ik ook in het begin. In het begin uh, en dat zit ook wel even in de film. Was er nog een manager die heeft hij dan, vlak voordat hij naar België kwam, heeft hij die, die ontslagen. Dat was eigenlijk een jeugdvriend van hem. Zo en... was hij hem dood, die dan direct zo hey OJ. Ja, ja. ja. heel grappige gast ook al. <laughs> heel grappige gast. Zo'n Ier die in Chicago ja. zit en die weet, uh, die, die, die blaffende honden in zijn living had zitten. En dat, was, dat waren heel zotte gesprekken. Mijn Engels is dan ook zo slecht. Maar, uh, maar ik, ik moest ook de hele tijd zeggen: van, van die weet ook dat als hij naar België komt, dat hij. Dat dat, 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 gaat, allez, dat dat geen grote zalen gaan zijn. En die weet ook dat ik een film ga maken. En dat was. Ik heb dat honderd keer. En dan. allemaal geen enkel probleem. Ja. Dus, dus dat wist hij wel. En, en ik denk dat hij. zeker nu met, met de kennis van nu. dat hij ook altijd wel gedacht heeft. van dit zou handige promo kunnen, kunnen opleveren. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, nee daar, daar ben ik altijd super open over geweest. Ik denk wel dat hij een ander soort film in gedachten had. Want dat is eigenlijk de vraag. die dat zijn eigen dan uiteraard ook opdringt. Ik denk jij ook, hè? Ja. Dus wat, wat, was, wat was de film die je, dat jij in gedachten had? Hè? Ik, ik, kreeg, ik kon niet anders dan. Misschien nog een, nog een betere vergelijking dan. Hè, want we voelden eerst een beetje Story of Anvil. Dat, dat, ja, een beetje soms wa, schrijnend om niet al het succes te hebben dat je zou kunnen hebben. Maar ik vond, vond het achteraf gezien is een beetje meer some kind of monster. Namelijk je gaat iets maken dat bedoeld is om iets super positief te zijn. Maar op een bepaald moment voelde dat evolueren naar iets anders. Ja. Wat had jij eigenlijk in gedachten en wanneer voelde jij van, oh, dat mogen het niet worden? Wel, um, wat ik in gedachten had was, ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben, Mistaken by Strangers, uh, for Strangers van The National. Nee. Ik zal de was nee. Eigenlijk, dat is wel echt een heel goede ook. Um, daar is, t, dus The National, oké, okay, de uh, band ja, van, ja, ja. van. En um, de broer van de zanger is een, is een metalhead en totaal niet geïnteresseerd in de band. En een succes van zijn broer. Maar die zit zonder werk en uh, die gaat mee als uh, tour manager met de band op tournee. En die filmt zelf ook. En die, uh, uh, en die, 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 die maakt een documentaire terwijl hij dat, dat tour management doet. Um, dat, is, dat, is, dat is heel verfrissend en dat is ook wel gescript hier en daar. Heb je wel het gevoel van mm, mm het -hmm. zal wel. Alleen bedoel, uiteraard was die geen echte tour manager. Want dat kan je met een band van het kaliber de national kan je dat niet doen je moet dat is de, dat is een machine je moet hij. maar goed dus dat was wel een beetje geromantiseerd en wat wa, hier en daar wat wa, uh, spelen met de de, de, enfin, de de grens tussen feit en fictie zal ik maar zeggen maar ik vond het wel een, een, een grappige insteek um, en zijn er zat ook wel veel authenticiteit in zijn manier van vragen stellen et cetera. dus dat, dat was bij mij wel qua permissen vond ik dat interessant. maar bij mij was wel de bedoeling om een heel uh, grondig portret van, van de, de, de worstelende artiest Johnny Polonsky, die al dertig jaar en meer aan, aan een carrière werkt die er maar niet komt, ondanks het feit dat misschien alle sterren op een bepaald moment gunstig stonden um, en, en hoe je daarmee omgaat. En ik vond dat er, maar, maar ik wou ook wel van het begin, ik wou mijn rol uh, ook wel uitspelen, omdat ik dat interessant vond. En um, dat, is, dat is misschien ook wel... Het was wel een beetje dubbel, want het, het risico dat het een ego-trip wordt ligt wel op de loer. Mm. Maar ik vond het wel belangrijk. Om, ik vond dat een interessante parallel tussen onze levens. Omdat wij ongeveer, hij is ietsje, hij is een 50 jaar ouder dan ik. Maar hij heeft op, op, op een bepaald moment waren onze levens wel gelijk. Of onze ambities op zijn minst lagen gelijk. En waarschijnlijk nog altijd. Alleen het leven gaat zoals het gaat. En, en, en hij had op dat moment succes. En ik heb. Uh, 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 nu het uh, succes tussen aanhalingstekens, maar het is allee, ergens, mm -hmm. is het is, is wel feitelijk zo. En da dat vond ik een interessante, uh, uh, laten we zeggen, twee, tweede verhaal. Maar na enkele dagen, vrij snel eigenlijk, uh, werd mij duidelijk dat, dat, niet ging, dat één deel van die film absoluut niet ging lukken. Uh, wij, hadden, wij hadden na een dag of twee hadden wij een interviewmoment uh, ingepland waarin dat we echt zoveel mogelijk over hem wouden te weten komen. Dat was op de banken wat daar en daar is niets van overgebleven om dan na één vraag werd eigenlijk duidelijk die gaat die gaat niks prijsgeven Die die hij bleef bij alles maar zelfs als ik vroeg van van welke plaat heeft je leven veranderd iets wat daar een vraag die die je toch vaak krijgt die ja, jullie ja, ja. krijgen en die ja. dan leuk is om over na te denken. Wow, well, you know that's not really. Dat is allemaal yeah, ja, you know. Not really. En van, van wie heeft indruk op je gemaakt? Nou, nah, so many. En uh, heb je spijt van bepaalde dingen? Nou, nah, not really. Life is. I mean, life's just life. Dat was altijd dat. En maar graven, en maar doen. En, en je voelde ook naarmate de tijd verstreek dat, dat er een soort weerstand bij hem de kop opstak dat hij gewoon geen zin had om dat te doen. En nee. dat was ook het moment dat de moed echt in mijn schoenen zonk, want toen dacht ik van ja, als we dit niet hebben, dan is er geen film. Want ik wil wel, dat, dat, het, 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 laten zeggen, het, het andere verhaal, namelijk. Ik haal een artiest in huis en dat is niet evident. Um, dat was voor mij altijd een, 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 ja, echt wel een soort van zijverhaaltje. Dat is, dat is leuk om je, dat is je insteek, dat is wat je documentaire anders maakt. Maar dat was voor mij van ondergeschikt belang. Bij mij ging het om dat portret van die Polonski. En ik weet dat ik toen met Sjoerd, de cameraman, uh, echt. Ja, heel lang nog in de keuken achteraf stond van fuck, we hebben, hebben een gigantisch probleem. <laughs> en we hebben het nog vaker geprobeerd. En dat om... was echt dag twee of drie? Dat dag 2 ik... of 3. ja. 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 Nou, voor de, hoe, hoe, hoeveel is dat? dat de shows zijn dan welke dag begonnen? Is eh, we, dus hij is, hij is aangekomen op, op, uh, op een donderdag. En, uh, nee, op een woensdag. En op vrijdag was de eerste show. Dus de, 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 eigenlijk de, de chronologie van de film is, is, uh, is, is ook uh, gerespecteerd. Of tenminste, is ook de, de echte chronologie... En, um, en de eerste dag hadden we geen shows, maar wel altijd qua interviews geregeld. En uh, de tweede dag hadden we in de voormiddag zouden we, zouden we een heel lang interview doen. En dan zouden we naar, naar uh, Brugge gaan voor die eerste, uh, e dat eerste optreden. Maar van dat interview kwam niets in huis. En toen dacht ik wel echt van ja, fuck, wat, wat blijft er dan over? Want dan zitten we met een onbekende artiest die niemand kent. Dus die, die, en, en ja, eigenlijk een, 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 een vloedverhaal. In mijn hoofd he, toch niet nie voldoende vlees om daar een hele film aan op te hangen, van, van, van ik die dat probeer. Zo. Dus ik vond dat gelukkig is dat achteraf gekeerd. En, en uh, het, is, het is misschien een vrij impliciete film bij momenten. He, er wordt niet zoveel uitgesproken, er gaat ook veel veronderstelling van uit. En, mm. uh, 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 maar dat vind ik, ja, dat, achteraf vind ik dat zo de troeven van deze film zo een beetje. De, de... Wanneer dat dat horen eigenlijk? Dat je dat je het gevoel had van ah ja, hier, hier ziet het hem. Hè? Want. want... Je zit natuurlijk met je plan en met je idee, en je ziet dat in duigen vallen. En waarschijnlijk is inderdaad gelijk dat je zegt: Je allereerste gevoel is, ja, ik heb niks niet meer. Maar het blijkt dat je eigenlijk heel veel hebt. Maar dat, wanneer was het moment dat je dat door had? Ik denk pas na een eerste grondige montage, dus al wel later zelfs, ik heb heel lang getwijfeld. Um, het was Jan hele denk ik. Die, uh, Jan is van het begin wel iemand. Ja, ik, die dat is sowieso iemand die ik hoog heb zitten. En, mm -hmm. en dat was een belangrijk klankbord voor mij. Uh, ik heb ook uh, ooit aan Jan gevraagd om om het te maken voor mij. Om de regie te doen. En dat heeft hij geweigerd. En achteraf is hij daar blij om. En ik eigenlijk ook wel. Um, want die had dan, hij zei: Ik had dat niet volgehouden. <laughs> ik had de gast al lang terug het vliegtuig op geschot, zo. Dat is zo Maar mijn. Um, uh, alleen een klein zijstapje. Ik wou... Op dat, toen, allee, toen het voor mij helder werd van oké, okay, ik ga een film maken, heb ik heel lang nagedacht van oké, okay, dat moet ook echt, zoals bij alles wat ik doe, dat moet ook echt goed zijn. Dat mag niet zomaar een, een, een film zijn die passeert op, op televisie, op canvas, op, uh, allee, op dat moment was er van canvas nog geen sprake, maar ik wou, het mocht niet vrijblijvend worden. Dus mijn, mijn ambitie was wel om daar een fucking goede film van te maken. En ik weet dat ik zelfs naar, uh, naar, naar Stefan de Waalen... Een, uh, een, een mail heb gestuurd. Want dat was vroeger regisseur. Ik dacht van, oké, okay, ik, ik moet heel out of the box. Ik moet heel... Ik ga hem vragen of hij dat wilt, wilt maken met mij. Uiteraard heeft hij nooit geantwoord op mijn mail. Jan Hele wou het ook niet doen. En al snel bleek, de, dacht ik van... oké, okay, fuck het ga ik het zelf doen? En aanvankelijk was ook echt het plan... dat ik het helemaal, helemaal zelf ging doen. Maar... maar Gelukkig um, werd al vrij snel duidelijk dat ik dat niet kon. En dat is een gouden ingreep geweest om Sjoerd daarbij te halen. Maar om op, op, je antwoord, op je vraag te antwoorden wanneer wist ik het wel. Um, dat was na, na een eerste visie waar Jan helemaal bij zat. En ik, ik hoorde hem lachen. En ik, 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 hij zei ook zoiets van dat hij het goed vond. En toen dacht ik: ja, wat zit, zit er wel in? Het, zit, het, zit, het, zit, het is voldoende. Maar je zit er zo kort op dat je het gewoon niet meer kan mm -hmm. taxeren wat het precies is. En, en toen kwamen er steeds meer reacties van andere collega's. Die, die feedback gaven toen dacht ik oké, okay, we're on to something. En uh, uh, ja, dat, uh, dat is gebleven en, en we hebben hem voor het eerst getoond op het Docville, fam, uh, Docville Festival, een uh, documentaire filmfestival in, in Leuven. Wat een fantastische avond was eigenlijk, ook wel zeer door corona beïnvloed, uh, maar maar um, ik was daar ook al bij de vreemde eend. En uiteraard, in de story of my life, verving ik ook weer een film die was afgezegd. Dus dat is, dat is, al, dat is al, bij alles wat ik doe. Ik ben altijd, heel mijn carrière is door toeval en het afzeggen en het worden van andere mensen heeft dat een vlucht genomen. Maar is wat daar ook weer. En toen merkte ik daar de reacties in de zaal van fuck, dit is echt, dit, dit, heeft, dit raakt een snaar. denk er zelfs niet, stel dat je man uh, de Johnny, we kennen hem nu ook wel eigenlijk hè. Nee. Stel dat een Johnny in dat Ik denk bewust... dat niemand die je kent eigenlijk Dat is het grappigste van allemaal, ja. maar wel waar ja, ja. Absoluut maar stel, dat een, stel, stel dat een Johnny dat bewust interview moment Waar dat je hele je film aan gehangen hebt Stel dat hij op dat moment volledig Wel uh, Dat je die wel voor je kaart krijgt En die geeft daar een fantastisch interview tv matig Ik denk dat je waarschijnlijk een film had gehad Misschien die je nooit De geschiedenis zou ingaan Um, of is dat te bold statement? Ja, nee, dat kan wel. Dat, je, je weet het natuurlijk niet. Hè? Ik, uh, ik denk nog altijd wel dat hij als mens en als artiest te interessant is. Of interessant genoeg om daar wel iets aan te hebben. Maar dan was dat wel de hoofdbrok geworden van de film. Waardoor het misschien minder. Uh, ja, dan, dan was het wel. Het was een ander soort film geworden. Mm. En wellicht minder. Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Minder, interessant, minder interessant voor mensen die niet fan zijn. Vermoedelijk, ja. Want gij, hè, de mensen die daar ook iets met die plaat zouden hebben, zouden dat waarschijnlijk fantastisch zijn. Dat zijn vinden. er niet veel. Hè. Maar ja. deze is iets wat hij, je moet niks hebben met Johnny Polanski is... om dat te zien en te zeggen: holy crap, ja. wa wat is dat? Het is een universeler universe ja. thema geworden. Ja. Of het, is, het, is, het, is, het is groter dan dat. En dat is inderdaad wel een beetje de zegen van, van met zo'n koppige mens te maken te hebben gehad. Aanvankelijk zouden wij ook in augustus nog naar New York zijn gevlogen om daar. Zowel Frank, uh, uh, die mannen van Rage te interviewen. En uh, aanvankelijk was ook het idee van, ja, om, om de film enig cachet te geven. Gaan we, gaan we zoals hij altijd zit in muziekdocumentaires, zo beginnen met wat talking heads. die iets zeggen over een artiest die je niet kent. Dat was zo mijn, mijn, mijn aanvankelijk idee. Om dan, uh, dus eerst is zo Rick Rubin en Mark Ribo. en, en, en de, de Rage Against the Machine mannen. en, en uh, Frank Black die iets zeggen over iemand. en dat dan je volgende shot is. ik die met dat bordje op Zaventem. Hij uh, staat. Dat was ja, mijn. Ja, ja. Uh, het is dus allemaal door covid niet doorgegaan. En ook doordat die artiesten toch allemaal niet zo willing waren. Ineens bleken die vriendschappen toch niet zo... <laughs> Allee, uh, <laughs> ja, nee, Amerikanen, oh godverdomme, ik heb er veel op gevloekt. Maar uh, ja, dat bleek toch allemaal ook een beetje... Uh, wat gebakken lucht te zijn en zo. Hmm. Maar goed, achteraf, waar hadden we dan nog in die film kunnen proppen? Ja. Was het wel iets... Um, een, wacht, dit vond ik heel mooi kaderen. Word jij naïef... Ik was uh, knetterend naïef. Want dat is wel een van de. Er zijn heel veel schoonstukken in de film. Maar, waarom dat dan een geslaagde film is? Je kunt erover babbelen. Het is een mm -hmm. quotes-film. Mm -hmm. En dat is het toppunt. Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen. Of dat je het goed vindt of niet. Je kunt erover babbelen. Een van de, de schoonste figuren in de film vind ik uw vriendin. Ja. Die heel snel. Moeder, de vrouw, eigenlijk uh, een droom kapot slaagt. <laughs> op de meest eloquente wijze. Wind, wind uit de zeilen, waar vrouwen zo goed in zijn. Ja. Ja, zad, ja, is dat nog net geen washandje op uw voorhoofd gelegd? Ja. Dat misschien nog wist. Maar... Ja, ze speelt een, een, uh, een heel belangrijke rol in, uh, in de film. Uh, in het hele project ook. Ik wist ook. Er is dat fameuze shot. Um, waarin dat ik haar voor het eerst vertelde dat hij in huis komt. <laughs> En ik, dat is ook heel slecht gefilmd, ik had dat zelf gefilmd, dat is niet scherp en zo, maar dat was wel een heel belangrijk shot en ik wist ook dat ik dat moest hebben. Um, dat, 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 dat dat een belangrijk beeld ging zijn, want ik wist dat hij kwaad ging worden en ik wist dat die... En dat is ook wel heel typisch, want die laat mij wel altijd die dingen doen, maar die steekt haar mening ook niet onder stoelen of banken. Mm. En dat was gewoon heel graaf, dat... dat ja, die, eigenlijk is die wel geknipt voor, voor media. Ze doet dat niet en dat, dat interesseert haar niet. Maar eigenlijk deed ze het wel heel goed, omdat ze altijd wel hij tijd nam om uit te leggen wat ik allemaal fout deed. En zo wordt ze wel een beetje de voice of reason in, de, in deze hele film. Zo. En, uh, en ja, het is, het is wel essentieel voor het verhaal ook. Elke keer kom ik zo. Ken je bij de Big Lebowski dat hij zo altijd aan, aan die bar, zo die, die, die cowboy, ja, die ja, eventjes. Ja. Dat is hier in dit verhaal. Uh, um, daarom ook zo dat telefoontje aan het einde. Dat, was ook, dat hadden we nodig om daar dat punt te zetten. Zo, dat zij uh, zegt van, kom maar naar huis, het is al een lang goed, ga spaghetti maken en het is klaar. <laughs> ja. Het is wel, um, ik, ik vraag me dat af, als ik, als ik dat bij, bij mijn eigen vrouw bijvoorbeeld zou bekijken. Want op dat moment zitten natuurlijk ook, hè, om het uh, op een, ja, ik zeg het minder sympathiek dan dat ik het bedoel, maar je zit ze aan het gebruiken voor uw film. Hè? Je zit eigenlijk ja. aan het zeggen: ik kan mijn vrouw even inschakelen voor nu. Ik moet een reactie hebben dat ik gewoon zeg: Zeg, er is weer een of Amerikaan hier twee weken komen logeren. Ja. Je weet eigenlijk al hoe dat ze daar tegenover gaan staan. Je weet, ja, deze is een scène. Ja. Is dat iets, voerde jij daar een beetje een gevecht mee bij jezelf? Of is dat heel duidelijk dat jij zegt: nee, nee, dat heb ik nodig, dus dat gaan we doen? En heeft zij daar ook begrip voor? Wel, um, ik, ga, wacht, ik ga even mijn trui doen en dan uh, ga ik u antwoorden op die vraag. <laughs> Want hiervoor heb ik meer zuurstof nodig. Ah, oh, voilà, kijk eens, aan. Het ja. is hem terug over de oceaan. <laughs> <auto>, ja. <laughs> ja, het is hier, baby. Ja, het is, uh, uh, is lekker, het is uh, lekker, subtropisch. Nee, um, dat was wel, een, uh, dat was wel een, een intern, of wel een moreel dilemma natuurlijk. Je moet weten dat. Voordien ben ik eigenlijk altijd zeer uh, beschermend geweest en heb ik eigenlijk alles wat ik wel gedaan heb wel met een masker gedaan of op zijn minst met een, een soort van ironie kanon ernaast om allemaal afleiding te, te regelen. Ik ben daar altijd voorzichtig mee geweest en tegelijkertijd ook heel erg wantrouwig ten opzichte van mensen die zich te veel blootgeven op televisie, maar 2020 is wat dat betreft wel een, een kentering. Ik wist hier dat, dat dat een bewuste keuze ging zijn. En dat ik niet alleen mijn vriendin. maar ook mijn kinderen mee in dat bad trek. En dat is iets waar je niet licht over mag gaan. Maar. voor. Allee, ik bedoel, om de film te maken die ik wou maken. was het wel essentieel. En. Uh, niet allee, allee, ik bedoel, ik ben ook natuurlijk wel de, de, de eindverantwoordelijke voor de film. en de, de regisseur, monteur. En ik bedoel, ik was alles wel ineens samen met Sjoerd. Dus ik wist ook wel dat ik er controle over had, maar ik wou, ik wou het, niet, ik wou het niet, niet, niet wegsteken of zoiets. Ik vond het belangrijk dat het erin zat en dat je, dat je mij zag zoals ik ben. Um, maar tegelijkertijd, ik ben, ik wist ook wel van, van oké, okay, maar er zijn, ik, ik heb daar wel nog een soort final say over. Zo. en Dat is wel, denk mm -hmm. ik, belangrijk. En ik ken mijn verdien goed genoeg om te weten van wa, wa, wat zij van mij kan verdragen en wat zij niet van mij kan verdragen. En, um, ja, alleen, in het geval van Iris, die komt daar Kijken uit, dat is de helft mm -hmm. van deze film. En, ja. uh, en, uh, en mijn kinderen, uh, ja, ook. Hè, je hebt dat wel een beetje. Um... Die is een belachelijk schattig. Dat moet wel even gezegd worden. Ja, dat is echt zo. Maar, maar die ont ont Good Evening. <laughs> dat is zo schattig ja. als hij dat. Dan en zegt. tegelijk ja. spelen die ook wel de rol. Uh, want ik heb er eigenlijk heel lang sympathie voor gehad. Voor Johnny Polonsky. Ja. Maar de een uh, goede maat van ons maakte mij erop attent. Was ook een super fan. En zei: oh, Weet wat eigenlijk? Het walgelijkste moment in heel de film is. Ja, wij mogen dat zeggen. Tegen, ja, tegen ja. dat dochtertje. Op een bepaald moment is er iets. Ik denk, ik al weet wat ik wil zeggen. Ja. Mijn dochter. En je zit die niet onder voeten ontgeven. Maar je zegt: Papa. Ja. En je had net al een moment. En meneer heeft daarmee eten. En je wilt daar in de vuilbak gooien. Ja. En je zegt zo: Excuse me, please. Ja. Ja. En, en natuurlijk de hoek van de camera. En toen dacht ik: Man. Ja. Ja. De, de, wat was er nou zo belangrijk dat je er niet een minuut om dat keukennaald aan kon blijven zitten? Ja, dat is, dat, is dat, dat. Ik vond dat ook een. Voor mij is dat ook een heel uh, typerend, uh, Typerende scène. En. en ik, dat is persoonlijk ook mijn favoriet. Uh, Stukken in, in de film. Tegelijk, omdat ik elke keer als ik dat zie, voel ik mijn eigen wanhoop weer. Dat was, ik zat zo. Dat was, we kwamen terug uit Amsterdam en, en mijn kinderen zaten erdoor. En ik zat erdoor. En, dat is, en, en, en hij voelt dat totaal niet aan. En hij is gewoon met zichzelf bezig, zoals hij altijd met zichzelf bezig was. En, um, en, en inderdaad, hoe dat hij die dat deed, dat was, dat was op dat moment... Ik kon dat echt ook niet aan. En het grappige was, daar ook had mijn vriendin ook gezegd van... Fuck it, ik ga pottenbakken en ik ga elke woensdag potten bakken, en jij hebt hem in huis gehaald, en jij lost het op ook. <laughs> Allee, en dat is ook wel zo, dat is ook hoe dat hij is, hè, dat, dat mm hij -hmm. zo van, van en, en ze, is, ze, is mij, ze is zeer, ik bedoel, ze laat mij, ze laat mij dat doen allemaal, maar, maar ik zal ook wel, ik bedoel, uh, ik zal ook wel op de blaren zitten, hè, en dat moest het dat moment, maar voor mij, dat was, dat was het moment dat bij mij alles brak, en ik vind het ook, ik vind dat een, voor mij is het ook een sterke scène als ik dat terugzie, en, en, en mijn hart breekt ook dat iets, ietsje verderop zit, Gaat, allez, ik ben dan met de jongste die compleet erdoorheen zit, die leg ik dan in bed. En ik, en ik excuseer mij nog bij Johnny van, ja sorry, ik moet die even gaan weg. Dat ik denk van, fuck, die shit waarom, waarom was ik zo onderdanig? Ik snap ook wel dat hij daar gek van moet worden zijn, van, van dat kruipenruggen van mij de hele tijd. Maar op dat moment zit mijn andere dochter alleen aan tafel met Johnny Polonsky. En, en heeft hij ook iets van, ja, ik ga dan ook maar naar boven. En die zegt dan gewoon in het Nederlands tegen hem, ik ga naar boven. En dan breekt daar nog eens mijn hart dubbel en dik, omdat ik denk van, fuck, waarom heb ik die daarmee? Alleen gelaten, niet dat hij iets slechts in hem had. Nee, maken. nee, dus nee. Ik, nee. Ik bent, ik, ik, ik want hij zegt er dan als... ook zoiets nonsensical tegen. Ja, ja, ja. Dus ja. dan Ja, en zij kijkt er naar en zij zegt: Oké, okay, ja. zo van ja, ja, het zal wel. En ja. dan gaat hij naar boven en ja. je voelt zo heel die. Want hoe was dat voor uw kinderen eigenlijk? Dat die, hoe ging die eigenlijk om met iedereen als je niet. Ja, want er zit, er, je ziet heel veel in uw documentaire, maar je ziet ook heel veel niet. Ja, ja. Je voelt ook dat er al een, dat heel veel scènes een soort precedent hebben. Van je zit al een paar dagen in uw huis ja. en dat is, was die sfeer altijd zo moeilijk? Ja, die sfeer was altijd heel moeilijk. Ja. Mijn kinderen zijn op zich zijn, zijn nogal sociaal, dus dat is op zich geen probleem. Maar ze merkte wel, ja, die spreekt een andere taal, dus we hebben daar echt niks aan aan die gast. En hij was, ja. ook, niet, hij was ook niet bijzonder hartelijk naar ze. Maar mm -hmm. Wat ik snap, voor alle duidelijkheid, dat was voor hem ook, moet dat echt iets geweest zijn? Waar zit ik hier ineens en, 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 en wat overkomt mij hier? Um, uh, dus dat was, wel een, een, uh, dat was wel moeilijk. Gelukkig, dat was een periode waarin dat die gewoon naar school gingen en zo. Dus, uh, en, en ons leven speelde zich wel voornamelijk s'avonds af. Dus dat, dat viel wat dat betreft wel nog te rijmen. Uh, en, en kinderen, zeker van die leeftijd, die ondergaan dat ook wel een beetje. Maar uh, ja, dat is, dat is... De, het grappige is: we hadden een kamer ingericht hè, voor hem. En dat heet tot de dag van vandaag nog altijd de Polonski kamer dat is, <laughs> En dus de kinderen zijn. <laughs> ik zich vind wel dat heel leeg... je dat ook op de deur moet hangen: <laughs> dat is de, de Polonski -room. room We hadden vroeger, ja. dat is. Het, het zou ons misschien te verleiden, maar ik vind het wel heel grappig: we hadden vroeger, toen ik nog internat woonde, um, hadden wij zo'n keukenla en ik heb ooit gedjayed op de Lokerse Feesten met Stijn en we hadden toen op onze rider um, gezet dat wij, dat wij in, de, in de kleedkamer hadden wij pornoboekjes, maar die pornoboekjes die moesten gekocht zijn door de programmator, de Peter Danink en we hadden een foto van hem terwijl die in de krantenwinkel stond, die porno <laughs> enfin, maar die hadden dus een hele stapel pornoboekjes, die lagen er ook, en ik heb die toen naar huis genomen en die hebben heel lang bij mij in het thuis in de keuken lagen liggen om een of andere reden, en wij noemden dat consequent thuis de porno schuif check <laughs> het ligt dat niet gewoon in de porno schuif? Totdat wij kinderen kregen, en dan, want we zijn dan verhuisd, en dan hadden wij nog altijd een porno-schuif. En dan, nu kunnen wij dat niet meer de porno-schuif noemen, dus nu heet dat de regenboogschuif, om <laughs> een of andere reden. Dat is eigenlijk wel heel grappig. En die, die porno is daar ook uit, maar dat blijft... En hetzelfde, Polonski is al heel lang uit ons huis, maar toch gaat dat, denk ik, altijd de Polonski kamer blijven. Dus, ja. uh, dus uh, zijn, zijn voet, voetafdruk is Ik uh, was een goed moment, als hij binnenwendelt en er hangt zo'n Wien-poster, en hij zegt dan zo, ah, oh, cool poster, man. En je voelt al zo, ja, dat is zo... Wat mij er gewoon heel hard opviel, omdat ik, eh, ik in de N-Driese een behoorlijke ervaring met toeren met Amerikanen. Ja, die is een Amerikaansheid, viel mij enorm hard op. Het soort um, oppervlakkig, ook een klein beetje um, passief-agressief dat die ja. heel hard hebben. Die zijn heel beleefd, maar die zijn een ja. Die zijn, Die lacht, maar die lacht nooit met zijn ogen. Je zegt iets alsof dat, hè, zo inderdaad, dat ding van hè, excuse me, please. Ja. Maar dat is niet, hè, zo, sorry, mag ik even door? Dat is, God is het de weg. Ja. Zo, alles dat je eronder door, wij hebben dat ooit gehad met bijvoorbeeld Des Fafara van Cold Chamber en, en, en van dingen. Hè, met die andere band nou weer: Devil Driver. Devil Driver, die dat zo, mijn eerste ontmoeting met hem, ik stond op de bus en die zegt zo: uh, uh, excuse me, can I help you? Uh, fuck, en ik yeah. zeg, uh, ik zeg Yeah, I'm uh, I'm waiting here for the tour manager because he's giving us uh, some some badges, some backstage passes. And uh, we're opening for you. Uh, we're uh, we're at Diablo Boulevard from Belgium. And you uh, so, yeah, I saw you standing at the bus and I didn't know who you were. So I was like, I'm sorry, can I help you? But that was literally his reaction, and I zeg, oh, okay, and he's so, yeah, and you stapt to the bus <sighs> up. and you think, ah, soon a tour, got that one. so, and you feel that direct on on so that Je zegt niet, hey, get the fuck away from the bus, maar alles in die je ze dan uitlegt, <laughs> is, ja, ja. da, da, da is, ja. is dat wel. Ja, dat is... En dat is attitude en woordkeuze, maar dat is wel absoluut wat je nu zegt, is, is mijn ervaring ook met Amerikanen mm -hmm. en Amerikaanse artiesten. Je voelt je daar door ook nooit bij op je gemak. Mm. Ik had, ik had achteraf, had ik. Uh, uh, dus wa, ik, we waren wel nog bezig. van oké, okay, we hebben misschien zo wel wat getuigenissen nodig van mensen die hem kennen. ik ging Mark Rebo, de, de New Yorkse gitarist van onder meer Tom Waits. En, en, uh, uh, een heel interessant figuur. En, en die had ook met Polonsky gewerkt. En die had ik gevraagd om, om hem te interviewen. En nee, we zouden dat per Zoom doen, want dat was uh, COVID-tijd. En dat was, dat was ook zo, dat ging per mail, dat contact. En die reageerden wel, maar dat was meteen van, ik zei, ja, hele uitleg, je kent dat zo beleefd. En dan van, oké, okay, ja, yeah, we doen het tomorrow, zei hij. Dat was heel, heel... En, en um, daarna heeft hij nooit meer iets van zich laten weten. Ik, heb, ik zat daar klaar, ik heb hem al proberen te bereiken, van, waar zit je? Liet hij nooit meer iets weten. En toen, dat was het moment dat ik dacht, ik ben helemaal klaar met Amerikanen. Ik heb daar ja. helemaal mee gehad. Als je, en daar, kijk, dat is het leuke aan Nederlanders, die zullen wel zeggen, ik zit niet zitten, fuck off. Ja. En daar, daar heb je tenminste niets aan, maar al dat, 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 dat hypocriet gewouw van het is in orde, terwijl dat het absoluut niet in orde is, en, en terwijl ze dat ook wel laten voelen, je, je, je kan daar niet omheen, daar had ik het echt mee gehad. En dat was voor mij een druppel, dat was, hij was toen al, al weg, hè. En mm -hmm. maar dat, dat, heel die, die laatste dagen altijd in dat busje van en hoe is, het is alles goed. En, en van ja yeah, man, it's all good. En zeker vanaf dat een camera opgaat, van van ja, je bent really helpful en dit en dat. Ik dacht van, dat, stop daar gewoon mee. Ja. En, en dat, is, uh, dat, was, dat, is, dat is dat is inderdaad Amerikaans. Maar uh, ja, zo, wat je nu net zegt, dat is. we kunnen ik denk, alles zo pijnlijk laten klinken. Ja, ja. Dat is ook, want je zegt bepaalde dingen, bepaalde zinnen die ik heb opgeschreven, want ik vond dat super. Bijvoorbeeld, hij is zo... ah, is always stressed. Poor fellow. Ja, dat is... Gaat veel Dat de is compleet uit, hè? walgelijk, hè. Ja, ja. Maar hij zegt dat op een, op, een soort, uh, op een soort manier dat je denkt, ah oh, ja, ja, het zal wel. Maar, maar het is zo... Je voelt altijd zo'n... Een, een, zo, deze vond ik ook een onwaarschijnlijke zin hey, you can, you can murder the music and everybody still lives. Ja. Dat is echt zo, ja, golle, compleet kut, hè, ja. band. Ja, ja. Maar hey, weet je, it's, it's no big deal. Terwijl dat je het. ja, maar voor u is hij wel een big, dat is deal, een big want deal, want jij zit mega ja. gefrustreerd nu, ja. en je zou veel liever hebben dat hij een tantrum doet en dat je kwaad wordt en dat je ja. er echt een discussie mee hebt, ja. dan dat hij dat doet. Want die lot <laughs> je gewoon alleen maar achter met een walgelijk gevoel en voor de rest, ja, dan wandelt die je weg. En dan staat het er. Daarom dat ik ook zeg, van, het is een ja. heel impliciete film. Zo. Je, je voelt die spanning als je er naar kijkt. Maar het is, er zat nergens... Want ik, ik weet wel dat ik op een bepaald moment ook, en Jan-Helen ook, wel, wel zo eens belde vanwege van hoe gaat het. Ik zei, ja, het is frustrerend. En hij zei, ja, dat gaat nog ontploffen. En ik ook dacht van ik kijk daar niet naar uit, naar, dit, naar de, die confrontatie. Maar dat gaat wel voor een film een belangrijke zijn. En ik zat ook te denken, wanneer gaat het moment komen dat hij gewoon het en, er allemaal en, uitgooit. Maar dat komt gewoon niet. Ook nee. één, uh, iedereen die met Amerikanen getoerd heeft het moment dat je alle de, de euh, het benzinestation stopt. <lacht> <lacht> ja, ja, de mensen die de film hebben weten genoeg. Uh, we, we, we mogen spoileren toch hey, ja Natuurlijk. Ja, ja. Uh, uh, <laughs> en ja, dat je gewoon zegt, ik ga iets eten. Daar, zit, daar, daar, kun je, daar alleen al over, daar kunnen kun we een thesis over schrijven. Want dat, dat zegt veel. A, dat je het schema niet aan wilt houden. B, dat je ook zo... Want Jij wordt er ook niet alleen. Hè? Ja, ja. TV, er is iemand dat dat filmt. Ja. Waarschijnlijk ook een aangename man. waar hij een relatie mee heeft. Niemand wordt gevraagd om mee te gaan. Ja. Daar zit alles in. Ja, ja. Weerde wij welke, we, we zijn in een tour, Dat weet ik niet meer. Dat was, uh, dat was Am na Amsterdam. Dus dat was wel. Dat was het uh, voorbij het, het punt. Dat we, op dat moment was de chemie wel. voorzichtig <laughs> aan het uitwerken. Ja, 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 maar daar ja. maar is inderdaad. dat is zo typerend. En inderdaad, zo Amerikaans. Ik, ik, ik heb nu honger. Ik ga nu eten. En ik, en, en ik ga daarbij absoluut geen rekening houden met wat iemand anders ook maar vindt. Ja, maar zelfs, dat, dat kunnen we nog doen. We kunnen nog zeggen, hey mannetjes, sorry tourmanager otto ja, maar komt kom er wel bij zitten ofzo. Ja, ja, ja. Net nee, de beste doek. was dat hem niet... Dat vond ik het grappigste, was jij, worden in de veronderstelling, die je gewoon naar rap palen of zo, weet. Ja. Maar die je gewoon een steak eten hè, in, in, in zo'n, zo wat was dat nou weer, de... de ja, zo. Hoe dat restaurant? of zo? Het is dat de dat in dingen geboekt ja. zat. Dat zat in de al, maar dat is weg. Ja, la Laplace. Ja, la ja. la ja. Nog wel oké okay, eigenlijk. Ja, ja. Ja. ja, daar zit is <laughs> toch <laughs> <laughs> redelijk samen. Gins Defense, dat is <laughs> wel lekker. Ja, maar ja. Je, je zat er dan en je denkt: eh, wat kik, waar ik heel hard mee moest lachen, was uw slappe lach. Want je voelde dat was een lach van. Van opgekropte zenuwen ja. dat gewoon omsloeg in. Die schotten toch niet, menen ja. dat die dat hier nu aan het doen is. Maar ik denk dat dat was het ook echt. Ja. Dat was, daar kwam zoveel los. En eerens aan de andere kant, want ik belde met mijn vriendin, ja. en die, die, die kwam ook niet meer bij. Wat de, echt, dat was zo, ja, de, inderdaad, zo de, de, de hysterische lach van een waanzinnige op dat moment. Ja. Maar ik denk wel, als die Amerikanen. Als die allemaal in hun eigen land zo met elkaar omgaan, is er niets aan de hand. Het was hier gewoon inderdaad een soort clash van culturen, denk ik. Hmm. Nou, dat we ook zijn. Er, zijn, er zijn ook niet elke Amerikaan is. Maar was dat wel iets? Hey, dat is ook een beetje een persoonlijke vraag of zo. Ik bedoel, op dat moment is het ook wel een. Ik, ik zou dan zoiets hebben. Los van uw film dat je maakt, los van het feit dat je een bekende mensen, los van alles, dat mensen dat gewoon zien. Je hebt ook wel vrienden, jij, jij vindt van jezelf ook wel dat je een aangenomen gast bent. Zo, hé, met een Ottejaan, gaan hangen is geen ramp, hé. dat is zo nee. leuk. Ja. En op dat is dat zo iemand waar je alles voor doet, die zegt: Nee, daar heb ik nou echt geen zin in. Hè. Dat is toch een ego, gaat dat niet hebben? Ja, ja. ja. Ik, ik, ik zeg het, ik, 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 ik heb dat een aantal keer gehad op toeroek. Dat ja, maar je dat, dat is... voelt, dat je met gasten omgaat en dat je denkt: zo hoef ik na ook... Ik ben echt wel cooler dan hoe dat gaat. Nu ja, maar tegen deze, mij Maar aan dit doen. is een één-op-één, hè. Dit is geen ja, ja. haas. Dit is niet hetzelfde Ja, ja, van. ja tuurlijk, We komen elkaar op, op, om vier uur op soundcheck tegen. Hey, man, how was the trip? Bla, bla, bla. Ja. Nee, nee, dit is wel zo... Die moet, je moet... Het zotte van die gast, vind ik... Sorry. Was er hmm. even, dat die, die moet ook nog mee naar huis, man. Ja, die wat. moet ook nog ja, ja. de deur moeten open. Die moet wachten erom die voor. Gaar neemt je binnen tanden poetsen, weet ik veel. <laughs> nog iets drinken. Ja, dat... dat dat is wel gebeurd, hè? Mm -hmm. Yo, ja. We zijn daar precies kwaad op hun manier. Nee, nee, nee. Maar weet je wat het grappige is? Um, uh, die, ja, die, die eeuwige... Hij heeft die, die spagat de hele tijd tussen iemand echt willen pleasen de hele tijd en tegelijk ook een film draaien was soms wel, 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 wel raar of lastig. Maar ik weet ook wel, en dat klopt, hè. Dat, dat is mijn jeugdheld. En ik wou niet liever dan dat hij mij super cool zou vinden. Mm. Ik ga super eerlijk zijn, ik wou dat die zou zeggen, ah, dude, we zijn eigenlijk we zijn brothers from another mother. Hè? Ja. Dude, we moeten een plaat maken samen. Stiekem heb ik daaraan gedacht, hè? ondanks het feit dat ik al mijn ambities <laughs> al lang heb opge opgeborgen. Maar zo van, van de, ik bedoel, dat, dat, dat was mijn sugar man <laughs> geweest. Hè? Als, wij, ja, ja. als het einde van de film was geweest, Johnny blijft bij aan en ze maken een, een plaat die super cool is en dat wordt opgepikt. En, en dat had ook een, een einde kunnen zijn van de film. En, waarschijnlijk, en dat had ik duizend keer liever ge gehad. En dat hmm. echt gedacht... Stiekem, ja. ja. Ik heb ook echt zo hard mijn best voor die gast gedaan. Echt waar. En ik denk dat dat een beetje het probleem was. Ja. Dat is kaas stom, hè? maar dat is ook. dat merkte ook heel hard van een, een Amerikaan heeft ook heel weinig respect voor iemand dat hij probeert te pleasen. Dat is ook zo dat typische aan toeren, vond ik En dan, als je. Zo, zeker in het begin van de tour, als we voor de eerste keer met Amerikanen gingen touren, en ik was dat dan niet gewoon, hij had dat dan met je hardcore band al meer gedaan. Maar dan zeiden ze: zo, Hey, wij zijn de toffe gasten en wij zullen ja. nu allemaal tegen de laatste tours dat ja. ik meedeed, kon ik nog niet doen alsof ik interesse kon tonen in een Amerikaan. En dat is beter. En toen waren ze meestal toffer. Ja, ik denk Omdat ook dat echt... zo grappig is dat, je, dat, dat, dat ik zelfs momenten had dat Dan dat, dat ook zei: Ja, ze hadden al eens commentaar dat jij je, je zonnebril niet afzet. Ik zeg: I don't give a fuck. Dat ze het dan tegen mij komen zeggen. Ja, ja. Het, maar boeit dat niet. Zo, Dat waren, waren zo'n momenten dat je gewoon voelt. ik kan dat niet meer opbrengen, die fake toffe huh. tegen u doen, of dat. Hè. Maar tegelijkertijd waren dat dan natuurlijk ook niet. Een hele hoop van die gasten waren ook niet mijn jeugdhelden. Want daar ligt wel een verschil. Ja. Je ziet bij iemand waarvan dat je wilt dat hij je nu cool vindt. Hè. De bedoeling was, was goed, maar dat was niet wat de, dat was gewoon niet slim van mij. Ik heb die gewoon met te veel egoïs behandeld en ik, heb die en ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar gek van werd Van zo'n kruiperige... Nee, 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 nee. Deze krijgt hem niet. Weet je wat dat is? Nee, ik vind dat ook... Nee, sorry. Deze mag je misschien in een andere interview... hier niet. Nee, 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 nee. Zo werkt het niet. Je ziet nog altijd... Mm -hmm. Ik bedoel, er is nog altijd een Amerikaan, hè, wat hem ook is, daar is er veel goeie bij, maar die zijn niet dom. Je weet, weet ook wel. Wat... Ik denk dat hij op een bepaalde. Weet wat ik denk dat het was? We hebben dat ook met een band, ik mag niet zeggen wie dat was, maar we hebben ooit ook met een band getoerd. die um, uh, op een punt stond in zijn carrière dat het de laatste kans was. Mm -hmm. En die hebben dat toen op ons uitgereageerd. Het was een pre package en eigenlijk was het een kaart of een tour. En die hebben dat op ons afgereageerd. Niet omdat die ons had, niet omdat wij niet dit waren, want wij waren, wij waren cool of weet ik veel wat. Maar gewoon. Dat was een zondebok. En ik denk dat hij zichzelf daar is tegengekomen. Een carrière. Het in België zitten. Een gast die alles erom doet. En weet, wat, weet wanneer het hier gebroken is? Denk ik. Op het moment in die Belgische show. Ik weet niet welke, maar je weet ongelooflijk. Uh, Op on de merchtafel zitten. Er komt een man. Hey, I really liked it. Can I have your autograph, please? Yep. Hij zegt: Thank you, thank you. Yes, and now I'm going to go to OJ. Uh, Otto Jans, sorry. Hey, yeah, man. Yeah, yeah. I want his autograph too. Ik dacht in mijn eigen. Op dat moment zegt hij eigenlijk: dat is een levenswerk, ik ga er geen fuck mee te maken. Ja. En toch wil hij daar een handtekening op. En ik denk dat dat een symboolmoment ook wel voor hem was: van, Dit is mijn carrière. Een, een, een bekende Belg die meer selfies als ik, ik moet doen, die alles doet om mij te pleasen. Maar op dat moment had hij eigenlijk dat gegeven. Want elke seconde van, dat, van die tour werd hij geconfronteerd met zijn carrière. Um, ik denk, ik, daar, daar raakt iets aan, dat klopt hè? Ik denk ook dat dat voor hem, en uh, we hebben heel veel van die momenten uit de film ook gehaald, omdat, omdat we dat niet wouden overdrijven, maar dat was vaak wel het geval. Um, en ik, ik denk ook echt inderdaad dat hem dat stoorde. Uiteraard heeft, men, heeft hij dat nooit gezegd, maar dat dat confronterend was. In alle interviews die ik met hem daarvoor gelezen of gehoord had, ...relativeert hij altijd dat gebrek aan succes. Hij lacht dat altijd weg. Mm -hmm. Maar dat is, ik weet dat dat, ik bedoel, dat, dat, dat dat vreet aan hem. Dat op dat, is, maar dat zie je dan al twee seconden ja, in die voilà. Maar dat is, dat is ja, de ja. Grote, grote paradox. Aan ja, hem, ja, ja, elke ja, keer als je het vraagt, dan is dat. Maar je voelt dat daar dat dat geweldig aan hem vreet. En, um, maar ik had nog niet over de zonneboktheorie nagedacht. Maar dat, het klopt natuurlijk wel voor hem. was het wel, Er is ook zo: welkom dat, dat, dat er nog een tweede loser rondliep. Namelijk. Otto-Jan, de mislukte tourmanager, de neuroot. Ah, snap je wat ik bedoel? Ik denk ook dat hij daarom de film zelf goed vindt, omdat hij, hij, ziet, hij ziet niet alleen zijn eigen falen, maar hij ziet ook mijn falen. Wat ook echt gebeurde. Hè? Dat is zo, ik bedoel, ik denk, dat is niet erg. Ik, vond, ik vind dat juist, dat maakt dat ik hem eerlijker kan neerzetten, dat ik mezelf eerlijk neerzet. Ik denk dat dat voor hem het allemaal verteerbaarder maakt. En, en daarin herken ik wat dat gezegd van. Een maar dat, scapegoat. Denk, dat denk ik dat voor hem een beetje meer een spoonful of sugar makes the medicine go down, <laughs> want die heeft wel door wat dat gaat zegt. Ja, ja ja ja. Omdat dat, dat zoiets is van, jij zij wel populair, jij hebt aandacht dat jij ergens binnenkomt, mensen kijken naar u, jij maakt een film, dat wordt een film, dat wordt een documentaire. Voor u is, is die een documentaire een succesverhaal. Ja. En dat is ondanks alles gelijk dat jij ook zegt, die gast is niet achterlijk. Dus je heeft dat wel door. Maar het enige ja. is, die, 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 die laten zo hard op bepaalde vlakken, hè, dat soort gasten toch, niet in hun kaarten kijken. Of die kunnen zo'n soort, hoe zeg je dat? Bijna gespeelde naïviteit aan de dag leggen. Van dat heb ik niet door, want ik ben nu met mezelf bezig. Of ik ben dit of ik ben dat. Maar die weet dat wel. Hè? Ik denk dat dat ook een van de redenen was waarom dat. Want, want dat wou ik eigenlijk vragen. Uw allereerste indruk van hem. Gij staat aan de luchthaven, die komt eraan gewendeld. Je ge ontmoet je. Dan is er nog niks aan de hand. Hè? Dan heb je zoiets: hier de Johnny Polonski, hier is de Mijneneld, Die komt hier aan. Ik zie die gast in ticht. Dat moment, wanneer had al direct het gevoel van. oei, well, eigenlijk ga ik, moet ik daar iets over vertellen, over dat moment. Um, het is eigenlijk wel grappig. Ik heb. Vanaf het moment dat ik besloten had van ik ga een film maken, hij heeft mij vrij snel toen naar zijn manager doorverwezen. En ik dacht, dat is perfect. Want ik wil, ik wil geen contact met hem. Ik wil dat puur over in de film. Ik wist onmiddellijk, dat is een belangrijk shot. Dat wachten in de luchthaven, dat is eigenlijk dat is het begin van de film. Ah, en nu zit er een soort pre, allez, zo, 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 een soort pre generiekje pregeneriekje voor en zo. Maar, maar dat is wel, dat is een, dat is een, dat is de money shot, dat heb ik echt nodig, hè? daar waar je voor het eerst je held ontmoet. Dus dat was voor mij essentieel. En ik heb ook bewust geen enkele keer met hem gebeld voordat ik hem daar gezien heb, geen enkele, Ik probeerde ook geen mail. Ik, ik wou dat zo, zo, ik wou die zo ver mogelijk van mij houden, tot ik hem echt zou ontmoeten. En wat gebeurde die ochtend? Um, hij zou landen om 8 uur of zoiets, en Shuit en ik, we zouden daar op tijd zijn. We hadden alle, alle aanvragen gediend, we mochten daar filmen, alles was goed. Om, om, om 6 uur staat Shuit bij mij voor de deur, vertrekken wij. Uh, en um, om 7 uur of zoiets, en er was ook heel veel of zo, Maar ik, ik weet niet meer precies wat de uren zijn, maar in elk geval ineens kijk ik een bericht op mijn telefoon van Johnny Polonski: ah, het vliegtuig is al geland. Dus dat was anderhalf uur eerder geland dan voorzien. Ik ben er, waar zeiden gij. En ik zo, ah, dat was echt alles viel. Dat was het moment, misschien het eerste moment dat ik dacht, mijn hele film is naar de zak. Die gaat er al staan als wij, als wij aankomen gelopen, we gaan dat shot niet hebben. Dus ik zeg tegen, ik, stu, ik, ik was echt aan, aan het razen in die auto. En ik, en ik zeg, wacht aan de baggage belt, of de mm -hmm. luggage belt, hoe zeg je dat? Want wij we gaan nu, ik wil filmen als jij, als jij door de, de gate komt. Oké, okay, zegt hij, dat is goed. En uh, ik zou ah, vloeken en zeggen, hoe is dat mogelijk? Wat een pech kunnen hebben. Die is fucking anderhalf uur eerder. Een vliegtuig dat anderhalf uur eerder. Wat are die odds? Ja, dat hoorde nooit. <laughs> dat is <Ja>. echt zo. <laughs> is, ah, fucking hé. Hey. En dus wij, wij echt vol gas naar een avond met ons. En op het moment dat ik dat, dat, ik mij, dat wij ons parkeren daar. Uiteraard ook, daar hadden we eigenlijk ook allemaal moeten filmen met dat busken in een verkeerde parking gereden. En zo klaal tegen. Ik <laughs> gekend je, je weet hoe dat ja, gaat. Ja. Op dat moment kreeg ik weer een bericht van hem. Ja, ik ben toch al naar binnen gegaan, want ik had zin in een thee. Ja. En dat was, maar toen wist ik nog niet, maar uiteindelijk is dat, ik bedoel, dat tekent hem ook helemaal dat hij zoiets had van, fuck, ga je met die film? Ik, ik heb zin in thee, ik ga een thee drinken. Dus dat was een heel gedoe, dus je moet je voorstellen dat, allee, dat is eigenlijk het enige gemanipuleerde moment in de film, is dat, dat ik Sjoerd naar binnen heb gestuurd, zeg Sjoerd zorg dat hij hem terug even... Naar binnen gaat, hè, met een smoesje dat, dat gaat, hè, dat je zegt: Ik heb een jas daar vergeten of zoiets, en dat hij nog eens naar buiten wandelt. Ja. En ik mag die niet zien en ik heb me toen zo verstopt daar de, in Zaventem. <laughs> ja. ik, ik wou echt dat moest vers, ik wou die zijn stem nog niet gehoord hebben, ik wou dat moment zo puur mogelijk. Uiteindelijk heeft hij dat gedaan en is hij binnengewandeld en hebben we op dat moment de ontmoeting toch vers, relatief vers kunnen houden, maar dat was wel eigenlijk terugdenkend, was heel die move van hem. Dat was echt dat, dat symbool. Dat, was, inderdaad, dat zei alles over hoe hij zich. Ja, zelfs de thee ook al. Heel die al, thee. Heel de die al. running, de, dat running ding met die ja. black tea. Ja. En ook dat je dan zo'n hele, hey, oh, ik heb keihard veel thee. Ja. En zie en, en die zo, Ja, yeah, I brought my own bags. Ja. Just <laughs> just give me some water. Ja, ja. Maar dat is allemaal zo gevoeld zo om die kerel, zo, oh, je krijgt er niks van. De, uh, en dan, ja, je hebt hem nooit live gezien, want dat is eigenlijk hoe dat je, je mail begint, Norm. Van ja. ik vind u kijk cool, ik heb u nooit live gezien. Hij heeft zoiets, aha, hè, als je iemand kent in België, ga ja. doet dat. Je ziet hem voor de eerste keer live in Brugge. Hè, jullie, de eerste show ja. dat jullie doen. Hoe was dat voor u? Dat was uh, verschrikkelijk. <laughs> <laughs> ja, zoals bijna alles heel verschrikkelijk was, uh, was dat ook verschrikkelijk. Ja. Maar dat was, ja, kijk. Dat was namelijk niet de mens die daar in mijn hoofd zat. Ja, mm. dat, was ja. iemand, dat was iemand zoals dat je ze wel vaker in een café je kent, die optreden. Ze dus hebben we daar allemaal gestaan van een artiest waar dat je, waar dat je mee, mee voelt dat hij daar staat. Ik heb dan ja. laatst nog eens tegen iemand gezegd. Als je fucking 16 jaar is of 18 jaar en je staat alleen in een jeugdhuis, dat is leergeld, dat is cool. Dan denk ik echt geen compassie meer, dat moet je, je meegemaakt hebben. Maar als je op, je op je 46ste daar staat en. Dan is, dat, dan, is dat, dan is dat pijnlijk. Nu, daar, die eerste show in Brugge, daar was veel volk. Dat was een vrijdagavond in een supergaaf café in, uh, in, in, in Brugge. Ah, ik ben, ik ben die, al die mensen bij wie dat we gespeeld hebben, zeer, zeer dankbaar. Hè, want dat is een leidersweg geweest om die optredens te regelen. Zelfs met mijn uh, netwerk zo was, dat, was mm -hmm. dat niet simpel. Ik heb heel veel nee's gekregen. Maar, zwart, uh, maar dat was veel volk ook omdat, ja, dat gaat dan rond. En ik heb daar ook wel reclame voor gemaakt. En. Face it, de meeste kwamen voor mij ook gewoon. Ja. Um, en, uh, en ja, daar was ik dus niet alleen jo uh, Johnny aan het pleasen, maar zat ik meteen ook met de verantwoordelijkheid voor dat publiek van, oké okay, jongens, ik had ze allemaal bier betaald bij wijze van spreken, en niet gedaan, maar snap ja, ja, ik voelde mij ja, ja. nog eens verantwoordelijk voor hen ook. En dan maakte het en bovendien was die niet aan het spelen, waar ik gehoopt dat hij zou spelen, namelijk uplifting, graven, gitaar. Uh, pop, per, rock, pop ja, ja. noem maar op. zo, zo, ja, zo, ja. zo. maar weet we, we het dan zo, zo, wat hij nu doet en dat is, ook, ik snap dat en dat is ook te verantwoorden, uh, want dat is waar de artiest die hij nu geworden is. maar dat was, ja, ineens dacht ik Ken, ken de Arrested Development-serie? de serie? Mm -hmm. Job die altijd zo... I made a huge mistake. Dat was... Ja, 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 <laughs> ja, ja. Made, oh yeah. yeah. I made a huge mistake. En <laughs> uh, ja, dat is uw eerste show. En je weet van, er gaat nog van alles gebeuren. En, en dat is daar wel zo, zo ineens duidelijk geworden. Van, dit is niet... Want ook zo, dat vond ik... ik dat is nu, want uiteindelijk, de man moet ook, niet heel de, moet ook geen anderhalf uur afgezekerd worden. Nee, nee, natuurlijk. Nee, niet, da, da, dat verdient Hoewel dat we dat toch al een <laughs> uur bezig zijn. Maar op uh, een bepaald moment... Uh, dus dat eerste optreden... Want ik was wel benieuwd. Hey, ik doe ook een muziekfilm, ik wou hem ook zien performen. Ja, ja. Je hoopt wel dat hem gewoon heel goed is. Je ziet ook snel van, ja, het is inderdaad een 7 op 10, typisch dat soort dingen. Daarna blijkt dan ook, ik ken het over niet, dat hem ook al wat tegen het niet speelt. Maar dan zegt op een bepaald moment ook iets van, ja, het was ook lang geleden. Ja. En toen had ik ook wel zoiets, toen had het wel zo de... De muziek van die meisje ja, maar wat doe die er dan en die dan geen try-outs gedaan en die en dan niet, is niks nog de moeite uh... ja dat vond ik ook dat vond ik dat heeft mij ook echt ge mateloos gefascineerd want die, die die heeft bij ons zeven shows plus dan nog zo dat hebben we niet gedraaid nog een, uh, een huiskamerconcertje nergens gespeeld um, twee zelfs dus die heeft die heeft in twee weken tijd negen keer opgetreden terwijl dat hij de maanden ervoor... En sinds, die heeft sindsdien ook, uiteraard, maar dat heeft nu ook met COVID te maken, maar ook de maanden ervoor, terwijl dat hij wel platen uitbracht, bijna nooit opgetreden. En als die optreedt, is dat ook in Amerika, in een café, waar dat je niks krijgt. Dat kennen we. Ja, waar je waarschijnlijk <laughs> zelfs nog moet betalen voor je drank ja, en ja, alles. Nee, tap ja. water. Voilà. Been, been ja, there, ja. done that. Ja, ja tap, ja, tap water is de enige ja, je krijgt. Hè? Ook, dat als, je, ook als, uh, als je ja. Johnny Polonsky heet en met Rick Rubin hebt gewerkt... Nobody cares, want, want dus, ga maar in de rij van alle Johnny Polonskis gaan staan zo. Mm -hmm. En hij zegt dat ook hè, maanden geleden. Hij verkoopt het dan wel. nou ik ben te druk bezig geweest met Sien maar dat, dat, dat snapt je ook wel dat dat, dat, dat uh, niet klopt. Maar um, dus wat dat betreft, zouden inderdaad, had ik ook iets van. je krijgt hier op een serveerblaadje, krijgt hier de gelegenheid. Er staat nog eens een camera op ook en toch vijf minuten voor dat optreden begint, begint hij daar zo'n setlist bij elkaar te schrijven, zo, ik, zal, ik kan dat spelen, ik kan dat spelen, die heeft geen enkele keer een zang of een stemopwarming gedaan. Dat vond ik ook straf, ik dat, dat ja, en... heb letterlijk buiten gestaan in shitholes, met een flesje, met een rietje in, en ha 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 ha, ha doet Dat je ja. zoiets hebt van, ja, je moet daar gaan staan, ja, ja. en die zijn er wel in Londen is voor 14 man of wat de fuck ja. was het. Ja. maar dat is wel zo, ja, die veertien moeten wel buiten die gaan, gaan en zeggen... Hé, hey, het is jammer dat je er niet was, want dat was cool. Ja, er zit toch een soort kunst- en ja, beroepseer beroeps ofzo. En bij hem, er ging niks van uit ja. he, op dat vlak. Nee, en die eerste show we het hem eigenlijk niet vergeven, want op dat moment, he, de turnout is keigoed. Ik ja. bedoel, zelfs voor, voor normen, ik bedoel, het is ja. niet achterlijk. Eigenlijk had die eerste show een bom moeten zijn. Want ja. toen had die eerste show, dacht ik, want ik wist al wel dat er ellende kwam. He, maar op dat moment denk ik dat, wanneer komt het? Op dat moment is het top. Ja. Mm -hmm. Tot dat jij vraagt hoe dat voor hem was. Ja. Ja, dat want is dat, is ook, dat is ook het ding. Eh, dat, dat, dat vond ik ook heel interessant. Hij speelt die show. Jij ziet dat jij zegt. Je oh, eh, voelt dat van, eh, dat is een beetje een teleurstelling voor mij. Want ja. ik had hier wel. Je wil het nog altijd wel cool ja, ja, vinden. Ja, ja. Want dat voelde wel heel hard op nu. Dat je zegt, ja, ja ik vond het, toch ook, eh, het was toch ja. wel iets. Maar tegelijkertijd voelde van ja, die heeft niet gedaan wat ik dacht dat hij ging doen. Ja. Hoe voelde jij bij hem? Want jij hebt heel snel het gevoel van. Wat hem zegt en wat dat hem voelt, is niet hetzelfde. Ja, dat wist ik daar. Dat ja. was daar was dat duidelijk van. Dit is ja. niet wat hij. Ondanks feit inderdaad dat er veel volk was. Maar ja. ik denk dat hij eh, ja, toch gehoopt dat dat, dat zou aanslaan. En wat dat betreft, want ik zeg niet dat hem niet hard werkt. Maar tegelijkertijd gaat hij ook uit van de evidentie van wat ik doe, is wat ik doe. En mensen moeten dat goed vinden. En als ze het niet goed vinden, tampie. En, en, maar dan pie. Maar dat kan. Maar dan moet je ook niet teleurgesteld zijn als mensen het niet goed vinden. Dat vind ik bij hem, daar, daar mankeert zoiets zo. Nee, maar wat, dat, wat ik vooral vond dat het mankeert, dan is gekend genoeg artiesten die dat die mentaliteit hebben. Hè? Ook de hele succesvollen hebben die mentaliteit. Ja. Als ik doe wat ik doe, ik doe je vindt het goed of je vindt het niet goed. Maar ja. het enige is, die geven wel iets. Ja, ja Als dat je is iemand waar. op een podium ziet staan en die geeft, ja. hè, wat dat je bijvoorbeeld een enige moment in heel de film dat je met ziet doen, is dat eindoptreden met jullie. Ja. En ook daar... Had je daar, maar dat hij daar vanaf minuut één in die zone gezeten nee, had. Absoluut. Gewoon de houding hebben van, oké, okay, hier staan allemaal mensen die mij niet kennen. Ik weet eens, ik, ben niet, ik kon niet een held zijn met gewoon op podium te stappen. Maar ik kan wel ervoor zorgen dat tegen dat ik dat podium afstap, dat heel dat café zegt, amai, we waren blij dat we erbij waren. Ja. Maar dat doet hij niet. Hè? In de casino in Sint-Niklaas zat een... Zat een... Dat, was, dat was voor mij heel duidelijk. Hij speelt daar ook weer zo... En achteraf was het dan kwaad over dat publiek niet reactief genoeg was, want ik dacht van, ja, maar je zij <laughs> ja. zelf... Je krijgt wat je ge geeft, zo. Ja. Hè? Want daar stond ja, echt absoluut. veel volk en die is daar ook weer geswagneerd. Dat moet echt ook gezegd worden. Al die clubs overal waar wij stonden, die hebben A, hem goed betaald, en B, geswagneerd gelijk een fucking rockster. En dan, dan niet bij jezelf te raden gaan van, waarom is dat? Waarom blijven mensen beleefd en, en gaan ze er niet helemaal? Omdat je zelf dat ook niet doet. Want daarna speelde Bob Wayne, ik weet niet of dat geldt. ja Kindje, ja, ja Kindie. Dat was Zo'n so alternative country gast. Ja, ja zo'n yeah. white trash. Ja, ja zo'n trailer trucker, park ja, uh, trucker. Maar, ja, maar die gast die komt op... En die, uh, die, die, ik weet niet wat hem riep, maar het komt eigenlijk op, erop nee, was dat James Hetfield begint met Are you ready to rock and roll? Zoiets. Ja, ja. En iedereen was mee. En dat, dat was echt, het, het, het verschil tussen die twee kon niet groter zijn. Tussen gewoon jezelf er 200% smijten voor je publiek, en gewoon zeggen van, ik ben hier, en ik, dit is mijn podium, dit is mijn microfoon, en je mag luisteren naar, naar alles wat ik ga doen, je mag luisteren, that's ja. it. Ja toch, ja, toch wel, ja, ja, toch wel een, een vraagstuk. Ook. Het, het moment dat ik eigenlijk vind dat, hem, dat, ik, hem, dat ik hem even zag, uh, was op, op het einde uh, met de shirt. Ja. Uh, het allee, was het niet, maar dat is wel een heel grappig moment. Dat hem, dat hem dan loopt, hij weg en dan wordt hij gefilmd en dan zegt hem zoiets als. Eigenlijk zegt hem this fucking guy. Ja, maar ja. Ik, ik moest er ook wel lachen, want toen dacht ik ook, ja, dat is nou ook wel. Je ja, deed ja. hem ook wel een punt of zo. Tuurlijk, absoluut. Maar nu dat je het ook weer vertelt en je hebt de film gezien en zo. Um, je weet, de sfeer die week was, de moed in de schoenen, maar op al je er ook een beetje schrik van. Vooral als te vragen, was dat al op voorhand? Of, of dat was wel op voorhand al denk ik. Ik denk altijd dat ik nogmaals dat ik hem met te veel egaïs behandeld heb en dus uh, dat zei ik net, maar daar waren jullie het niet mee eens. Maar dat dat <laughs> misschien voor hem ook gewoon heel onprettig mocht geweest zijn of misschien zelfs beledigend dat je, dat je dat, uh, dat je iemand zo behandelt. Het enige is, en daar treed ik de Andries volledig in bij, sorry ja. dat ik u onderbreek, ja. maar je regelt er een tour voor, ja. die je komt bij jou logeren. Weet je, als, als je een klein beetje een mens bent, had hij in een moment had gehad hè, dat je tegen u had gezegd, hé, hey, Otto-Jan, ja. relax. Ja. Zo, deze is niet nodig. Ah, wel, vooral, relax. Ja. Ja. Hé, ze, zo, ik weet dat is voor ons alle twee weird maar Relax. Ik zeg oké, okay, jij zit oké, okay. als je het voelt, zeg het. Als ik het voel, zal ik ja. het zeggen. Als dat moment gebeurd was, dan had je een top twee weken gehad. Dat maar dat gebeurt ook. niet. De reden is simpel, hè. Ja. Die is alleen met zichzelf bezig. Ja. En ik denk dat je vooral denk dat die nu zal herinneren, als een redelijk grote. Denk dat die... <laughs> ja, die gaan mij herinneren. Pas op, want ik heb er nu de laatste tijd wel wat contact mee, want hij weet niet wat hem overkomt. Hij krijgt heel veel aandacht nu, hij is super blij. Hij is heel blij. Dus allee, maar Het contact is, is beperkt, want, want um, ik heb die pet afgezet. Hè? Ik, ik ga zijn carrière verder niet. Dus dat, allee, bedoel, ik bedoel, ik ben geen tourmanager meer. Mm -hmm. hij moet het zelf oplossen en zo. Maar. Um, um, ja, alleen zo, zo. Hij was inderdaad alleen met zichzelf. Ik kan daar duizend verhalen over vertellen. Doen! Over, over, <laughs> nee, ik, moet zo, ik denk aan het, de laatste show in Depot ook. Was zo. Fuck man, dat zo. Hè, de Mike van Depot. Dat kende hem misschien. Mm -hmm. Dat is een fantastische gast. Die had dat dan toch ook weer zeer genereus van. Kom maar, spelen. En dat was een dag dat eigenlijk Depot dicht was. Maar dat was personeel. Dat, die hadden die catering zo lekker hete gemaakt. En, en wat de muzikanten. Ik had dat. Ik betaal het uit mijn eigen zak. Hè. Kijk, allez, zo, zo, zo. En je gaat daar dan eten in die cateringtafel. En je weet hoe dat, dat. Catering hier in België, dat is gewoon. Dat is. De dat, jammer, ja Dat, dat moet er gewoon voor in het buitenland ja, geweest zijn om dat te weten. Daar krijg je inderdaad ja. een zak paprika chips en zo uh, flesjes water. En, en, en hier. En dat is ja. zo lekker. En wat doet hij? Die, die, die schept zich een poit op van: ik zal u gaan hebben. Maar echt zo. Een, ja, zo'n gigantische poissie. En die eet hij dan een kwart van. En de rest gooit hij weg. En dan wel zo bij het buitenwandelen tegen die gast zeggen van, van de catering, van, thanks man, it was, uh, it was really good. En ik denk van, hoe, hoe kunnen kun we dat? ik vond dat zo'n steek in mijn hart, mm. hoe kunnen je zo rukzichtloos enkel aan uzelf denken en zo weinig respect hebben voor wat er hier op tafel wordt gezet? Of, dat is, dat, ik vond dat, dat is iets kleins misschien, hè, maar dat, dat was voor mij, zei dat alles. Zo. En ook niet wachten tot iedereen klaar is, maar gewoon zo, ik ga wel liggen op de zetel en naar wifi kijken. Zo. Dat, dat, Da. maar nu ben ik ook aan het fulmineren, dat is misschien ook niet. dat is wel goed, want je hebt, je hebt er net eigenlijk al gezegd, hè, ik had veel momenten die dat er had kunnen insteken, waardoor dat hem er nog veel erger was ja, uitgekomen. Ja. En ik wil ook echt constant, ik wil hem echt ook verdedigen, want ik snap dat dat voor hem vreemd mocht zijn. En ik, de, 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 de tofste reactie vind ik ook wel van mensen die hem ook wel proberen te, te vatten van, wat, die gast is ook geworden wie dat hem is door al zoveel jaar. Aan, aan die deur te kloppen. Hè? Dat is ook gewoon. De, de, de... En voor zichzelf heeft, heeft, hij, heeft hij bedacht van... Het ligt niet aan mij, het ligt aan de omstandigheden. En ik ga gewoon... Uh, Kosten wat kost blijven doorgaan zoals dat is. En... En, en, en dat is hoe dat hij nu marcheert. En daar moeten... Daar moeten we begrip voor Allee, daar, daar heb ik ook veel begrip voor en respect. Dat is gewoon wie dat hij geworden is. En... en ik heb hem geen, op een bepaalde manier geen... cadeau gedaan. Maar ook... Weet, daar zo. zo dat, ik heb mijn nek uitgestoken, ik heb daar veel geld voor betaald. En achteraf heeft hij... En, en ik heb hem ook gezegd, van, je moet je geen zorgen maken. Maar dan die laatste avond zei hij, kom we eens iets gaan eten. En zelfs dan dat hij, had hij zo'n niet-reflex van... Zal ik de drankjes betalen of zoiets? <laughs> dus op zo'n enkel moment is dat zo... zo. Ook ja. die t-shirts, dat is echt hysterisch. Ik, ik, dat is hysterisch. Die ziet die doos, dat was een grappig moment. En inderdaad, het was wel stom van mij dat ik daar zo lang mee gewacht had. Uiteindelijk voor de film dan wel weer een zegen. Mm -hmm. En het is wat hij doet, is dus zo van, ah ja, ik, ga, ik, ik ga er wat mee pakken voor, voor thuis. Niet vragen van, mag ik er wat mee pakken? Ik pak er wat mee. En ik dacht, ja, tuurlijk doe het voor je kinderen, voor, voor, voor je vrienden. Pak maar wat mee. Die, die grabbelt er zo, ja, het al mee. zo. ook weer zo veel te gulzig, veel te hebberig, zo. En achteraf, nu, hè, die film komt op tv. Heel veel, ik ben overweldigd door het aantal reacties. En bijna iedereen is van: Hebben we nog t-shirts? Trouwens, ik had t-shirts, maar ik heb ze nu thuis vergeten. Maar ik, ga, ik zal er nog wel eentje bezorgen. Voor de Grote Held. Voor uh, uh, <obras> maar... in de Wall of Shame. Ja, van... <laughs> maar, maar uh, en achteraf heeft hij ook die vragen met die t-shirts gekregen. En dan heeft hij hem die verkocht. Dus hij pakt die naar Maar mee Dat wist je toch. Sorry, dat is het allereerste aan. dat ik dacht. Als jij zegt, oh, je grabbelt er een hele noot mee om te verkopen, uiteraard. Nu denk ja, dus dan stuur je ja. terug naar België. Dat ja. vind ik hilarisch. Ja, ja, ja. Nu denk ja, ja. ik ook wel, aye, ja. in zijn verdediging, ja. het zal ook, hij zal ook niet schatrijk zijn. Denk, nee, nee. Zeker want, niet. want het is ook wel zo: uh, het is herkenbaar, maar het leven op tour is ook geen ponycamp. En zeker niet voor, voor mensen van hem, ook het moment dat hij zegt van, ja, de merch money. Hè? Ja, ja. Ja, ja. En, 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 want op dat moment zit jij ook gewoon, allee, moet je bankrekening, maar ga je een succesvolle man, ga ja, je ja, ja. zeggen, ik betaal die shirt wel, ik ja, ja. die terug graag. Ja. whatever. Ja, ja. Voor hem is dat niet, hè. Nee. Voor hem is dat wel, uh, is dat misschien een twee weken rent of zo. Maar absoluut, hè, voor het duidelijk, en, en ik... Die is met een goede cent naar huis gegaan en het komt hem toe. Hè. Het is ook wat hem doet. Dat is zijn, zijn inkomsten. Ik, heb, ik weet, we hebben ook heel lang... Want mensen vragen er vaak van, ja, maar hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe verdient hij geld? En dat is een hele goede vraag. En dat heb ik hem ook zo vaak gevraagd. En hij, wouden, hij kwam met verhalen af op het einde van dat hij... Van die als had. Die, die hem vroegen om te helpen met muziek te maken. En, maar als ik daar dan dieper op inging... waarom daar niet over praten. Werd hem heel kregelig. Dus wij voelden ook dat het klopt ook niet. Want die heeft ook... Hij, Heel veel, het is heel vreemd dat hij uit alleen naar, naar New York vertrokken is, want in LA deed hij hem wel echt, wat ik net zei, heeft mm -hmm. hij, hij deed echt alles. Hij is Uber-chauffeur geweest, maar vooral ook echt zo'n persoonlijke chauffeur voor West Weezer en Kim Gordon en noem maar op. Dat is wat hij deed. En, en in New York zit hem denk ik toch wat geïsoleerder. Wat dat betreft denk ik dat hij het momenteel wat moeilijker heeft of zo. Misschien staat er nog geld van, van, van de familie. Dat is heel onduidelijk, daar wou hij het niet over hebben. Dat was misschien wel het grootste taboe. En goed, hè, maar ik denk, dat is inderdaad, jij, alleen, ook daar is weer impliciet wel, wel helder, het feit dat hij zo met geld bezig is, is dat hij het wel kan gebruiken ook. Hè. En dat vond ik het minst storend. Nee, ja, nee dat, maar ik, dat, dat, vond ik, dat vond ik ook heel grappig. Ja, ja, hè. Dat, ja, dat ja. is ja. Ja. store-life, want op dat ja. moment zit jij, op dat moment je, niet dat je gaat je, op al veel andere vlakken Een gigantische ervaring, maar op dat moment vond ik dat zo van, ja, dit is wel wat het is. Ja, 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 absoluut. En, 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 ja, want dat en, is ook en, dat moment na de show in een depot, hè, dat jij ook ja. een klein beetje tegen de Frank en je zegt, van, uh, allee, je moet nog de merch klaar, blijkbaar. <laughs> maar dat vond ik het super herkenbare, want ja. dat is wat ik altijd deed. Ja. Het is letterlijk, je zet dat podium af en je gaat naar de merch. Ja, want ja, ja. je weet, je verkoopt het alleen maar dan. Ja, ja. Want dan komen ze af, dan willen ze het weten, dan... Dan, dan zijn ze nog hyper. En dan zijn ze nog... En dan krijg het nog verkocht. Ja. God, Gaat een half uur later en dat zal de helft van uw verkoop niet. Ja. Dus daar snapte ik hem volledig. Ja, ik dacht, ja. oh ja, tuurlijk, dat is wat dat je doet. Je. Maar bij u was het natuurlijk een opeenhoping van alleen maar weken van dat soort <laughs> shit. Dat je denkt, oh ja, tu uiteraard kon hem dan zelfs na de enige leuke show ook nog niet enthousiast zijn. Maar daar werd ook duidelijk hoe, hoe ja. verschillend dat wij erin stonden. Voor mij was dat een once in a lifetime. En ik was, ik was, ik, ik, allee, ik was dodelijk... Doodmoe, maar tegelijk ook wel wat extatisch dat dat gebeurd was. En dat, ik had iets van: eindelijk hebben we die goede show gehad. Ja. Maar voor hem, ja, dat is zijn job. En, en hij is mercantiel en ik snap dat. en, en, en ik, heb dat ook, ik, vind dat, ik vind dat charmant ook. En ik vind dat goed dat hij ervoor ging. Mm -hmm. En daar weet ik ook heel duidelijk: dat is het verschil tussen hem en tussen mij. Ook ja. uh, een, een, uh, een beetje een persoonlijke vraag. Je ook natuurlijk ook naar film. Je bent ook een tv-maker. Op het moment dat je zegt: Ja, ik wil ook mee in die een band zitten. Hè? Op dat moment, als je van slechte wil zijn, kun je wel zeggen: Ja, Otto-Jan, dat is nou ook echt geen goed idee. <laughs> eh, dat is, eh, je zit er dan op dat bankje te repeteren. Hè? Niet dat je niet kunt spelen. Dus je kunt uiteraard wel spelen, maar dat is natuurlijk een reden eh, ja, ja, waarom dat Isolde niet Isolde is. De Frank, dat is, ja. dus, dat kun je jij kunt dat ook niet, niet, niet bijmaken. Is dat. Is dat, is dat een deel van uw persoonlijkheid? Het is bijna zo de drang naar. Je wist toch dat een Titanic op de Europ stond? De <laughs> <laughs> of denk en, jij. Oh, oh, misschien of, is, dat dan ook, is dat dan op het moment uh, de documentaire maken in u. Dat zegt, jou, deze is gewoon ook al een interessante keuze. Um, oh, en gecombineerd met de jongensdroom van ja, Alexander Meeopolis. Het is die combinatie. Ik, ja. ik, ben, uh, ik weet dat is een interessante keuze is voor het verhaal. Um, het is wat ik eerder zei, van, van, dat had ook de happy ending kunnen zijn. van dan mm -hmm. elkaar, kijk hoe zouden we staan en dat er daar zoiets mee Ik heb ook op een bepaald moment wel gedacht: van, dat is het toch graag, stel dat dat dan lukt. En dan hebben er nog eens. Uw einde van uw film is uw flash forward: pukkelpop, de marquis, Johnny Polonski, met... <laughs> met die band zo, en dat we elkaar vinden, en dat het dan zo dat verhaal wordt, daar heb ik echt ook gedacht, van dat zou dat kunnen zijn. Ik vind dat wel schoon. Ja, dat en tegelijk dat is, dat, is ja. dat ook weer knetterend naïef. Want, want het is wat je zegt, nee, Andries, ik kan wel een beetje spelen, maar, maar ik zit niet op dat niveau. Er, zo. Zijn, er zijn wel zottere dingen gebeurd ja, dan dat, het zo, dus gekund, het is niet ja. dat dat niet kan. Nee. Nee. Nee, dat is ook wat dat of film is, dat is waarschijnlijk ook wat waar je carrière is. He? Waarschijnlijk heb je ook als, als kind gedroomd, ik wil radiopresentator of tv. Dat is wel in je slaapkamer-droomtoestand. Ja. En het, de, de, het vat ook wel een beetje mijn carrière samen in die zin dat dat. Alles wat ik daar doe is mijn hand overspelen. Op alle vlakken. <laughs> <laughs> en. De nolanden. <laughs> ja. Is, is act first, think later. Ja. En, en dat kan heel onprettig zijn. ik bedoel, die, die repetitie in het Depot is verschrikkelijk. Is, is een verschrikkelijk. fantastische scène. Ja, zo kunnen het bekijken. Omdat, nee, dat wou ik even aanhalen. Ja. Omdat ik, ik heb drie momenten gehad in die, in die film. Hè en die is over de hele lijn want ik kon het even zeggen voor leer, dat we verder gingen ziet dat allemaal, iedereen dat, loopt, dat is fantastisch, maar er zijn drie <laughs> is... momenten in geweest dat ik de pijn voelde door, door, door het scherm ja. en dat ik voelde, ik voelde nu we paniek, ik voelde nu we shit en ik voelde nu teleurstelling hm. Eén moment was dat je dat jij in Amsterdam bent en dat je zegt oh, let's just go to the hotel ja. en dat jij denkt, joh maar

ja, dat je niet dat letterlijk ook nog zegt, je komt maar een half uur, ja. uur later. He, zo dat, dus dat je ook al voelt jou, zelfs dat enthousiasme, is er niet. Het andere moment was de repetitie, de se beat, want dat, er voelde de zeer. Ja. En het, het ultieme moment, denk ik, dan, ziet u ook, dan, zie, dan zag ik u onuitgesproken nagonk zelfs geen moeite niet meer doen. Dat je zegt, uh, yeah, you hear my mistakes? En dan zeg je, no, but I heard Franks. Ja. The whole set was a mistake hey, was cool want en dan dat is dat dan de dan, dan enige moment in de film dat de rollen omdraaien en dan voelt het, want dan probeert hij zo ja, maar ja, en, 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 en jij zit gewoon in een auto en je weet nee, hier ga ik gewoon niet meer op aan te worden zo naam ik het echt gehad dat is voor mij is dat, dat is, is, is verschrikkelijk dat, dat is bijna een trauma dat <laughs> stuk mm -hmm. um, ik, zal het, maar ik zal lezen. Naar die repetitie, heel even teruggaan, ja, Omdat dat maar, zo doe pijnlijk maar. was. Ik weet op een gegeven moment, en dat zit ook wel in de film: zeg ik van, ik moet even naar de wc. En ik weet dat ik daar, en het was lang geleden, maar ik heb wel een geschiedenis met paniek en weet ik veel wat, en dat ik daar naar die, in de spiegel aan het kijken beneden in Tepo op de wc. En dat ik dacht van, volgens mij zijn je aan het flauwen. <laughs> ik was zo, ik was, een, ik was lijkbleek. En ik stond daar en ik dacht echt: van ja, maar wacht, volgens mij ben ik aan het flauwen. Maar dan heb ik me ze toch nog herpakt of ze wat koud water. En ik voelde gewoon: ik was volledig leeggetrokken. Ik was zo op van de zenuwen. Ik dacht ook echt: wat, wat heeft mij ooit bezield om dit te doen? En die rock bottom daar, alleen ik bedoel. Um, ja, dat is af en toe moet het eigenlijk keer zijn, hè, op dat punt in je leven. Dat is, dat is cool, hè. Omdat dat, om dat, dat zo, Achteraf. Een soort mentale hongerklop, ja, ja. dat je zo voelt van oké, okay, ja, ja. fuck, dit is echt zo dieper <laughs> dan dit, ga ik, ga, ik er, ga ik er niet... En dan oké, okay, ja, oké, okay, zo, ademen, ademen, koud water in je gezicht en terug naar boven en, en terug erin. Dus dat was echt wel, dat was, uh, dat was uh, ja, dat was het moment dat je denkt van misschien had ik toch moeten nadenken voordat ik dat gedaan heb, achteraf bekeken hoe hij voor de film was, kijk, hoe... Hetzelfde met, met, met de, met de ding over zijn opmerking over Frank. Um, wat mij daar vooral. Hij vertelde dat en ik merk, want, want ik, heb die, oh, ik heb dat stuk zo geanalyseerd. en Ik heb daar ook heel moeilijk mee ten opzichte van Frank. Om verschillende redenen. Wat je een crappy gitarist ja, nee, is. Even tussen twee zachtjes uitgedrukt. Dat is A, een heel goede gitarist, en B, ja. dat is zo'n. Genereuze, lieve mens. Ja. En die deed dat ook maar, zo tussen de bedrijven door. Dat was een moment dat hij nog veel werk had. Hij, nu dus, liggen de kaarten wel anders, ironisch genoeg. Maar, maar dat was. Uh, hij deed dat toch maar. Hij had daar ook zijn best voor gedaan. En hij kon, dat, hij kon daarmee lachen. Hij had ook al door van. Ja, die, die verdraagt geen tweede frontman op dit podium. Ja, op ja, podium ja, ja. Want dat was het ook wel. Hè? Ja. Uh, uh, maar hij zegt dat, en ik. Aanvankelijk registreer ik dan niet echt en lag ik zo'n beetje bejaard mee. Zo. En dan besef ik van wat heeft hij gezegd En dan in mijn hoofd. Maar Ik was super vermoeid, hè? dus dat ging al wat trager. Maar ik was echt van: oké, okay, wat moet ik nu? Wat zijn mijn opties? Stop ik nu de auto? Smijt ik hem eruit? Ga ik in een in discussie? Wat Louis de zou doen, bij wijze van spreken. Dat was mijn moment van: ja, maar wacht, kom aan, want zei een documentaire aan het maken. Babbelt dit nu eens voor eens en voor altijd uit? Mm -hmm. Wat jij net zei, Alex, van, 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 van kom, laat la, 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 het eens los. Maar ik, ik kon gewoon niet meer. Ik was, also, ik was die soldaat in de oorlog die met dat geweer... En, en ik kon niet die trekker over. Ik was gewoon, ik was op en ik was zo... Ik was er heel klaar mee op dat moment. Mm. En hij zei dat. En, en, want achteraf nu denk ik ook van, oh, dan gaat Frank gaat, gaat moeten verdedigen met alles wat je in u had. gaat gaat moeten zeggen van, dude, jij weet dat dat, dat een maat is van mij die dat ik een, een, een gunst heb gevraagd. Na alle gunsten die ik u verleende, uit dat gevoel En ik heb dat laten passeren. Maar ik kon daarna ook niet meer, inderdaad, wat er, nee, dan, dan zegt hij van. Well, hij voelt dan ook wel van. Oei, of, ik weet niet of hij dat ja. voelde, maar hij dacht van. wel, het wel, Hij was awesome en zo. En ik ja, ja, kon, ik kon gewoon ook niet meer nee. daarop reageren. En dus. ik, vond dat, ik vond dat net zo sterk, omdat, omdat je ook voelt van. Jij zit op dat moment gegaan van laten we zijn, een redelijk euforisch moment, want dat was eigenlijk je het volledige paniek had in die uh, in, hè, dat was een onwaarschijnlijke rollercoaster geweest, ja, ja, ja. En want je ze dan te repeteren, jij begint nou stap, nou dat nee dat is niet juist, nee, oh, nee je ziet een ander nummer aan het spelen, <laughs> nee wat is deze, ja en jij denkt ik zie niet meer onder of boven, ja. uiteindelijk you get it together, je begint te spelen, naarmate dat je show volgt, wordt dat ook leuker en leuker. En het eindigt eigenlijk bijna in een soort. Yes, we did it, amai, fantastisch. Hè? Je doet ook een moment dat hij aan het zingen is en dat Isolde even foutloos tweede stem mee ja, ja, ja. God, ja, dat doen ze dan mor. Ja. Zo, al die dingen, je zit er naar te kijken en je denkt: hé hey man, deze is echt het beste dat je had van kunnen maken. Ja, en dan komt de stap in de klok. En dan, dan, kloot. En, en dan dat. Ja dat. Ja. En ik voelde wel heel hard, ja, dat, dan, dat is de enige moment dat ik voor één keer even de machtsverhouding zag draaien. Ja. Zonder dat je het zelf door had, maar dat, dat jij zo zoiets had van hoe kun je dat nu zeggen, dat je zelfs nog niet meer kon ingaan op zo'n pseudo-sociale flauwekul. Ja. Dat ging niet meer. Ja, ja, ja. En hij voelde dat aan. Want daar ben ik zeker van dat hij dat deur had. Gewoon de manier waarop dat hij zo... Ja, zo, uh, zo van, ik zal maar eens iets stof zeggen, want hm. ik heb nu deur dat ik precies... Daar ben ik wel even over de streep gegaan. Ja, nee, en ook, je geeft het hem niet. Het en dat een, was wel een goed moment. Zeker. En het ik. is ook een, ja. een, een, een button pusher. Hè. Ja. Voelt ook wel. Je voelt ook wel dat dat. dat, dat is ook, laten we eerlijk zijn. Uh, de vraag hoe komt dat het nooit iets is geworden met hem. <laughs> ja, dat deed er wel gedurende een ja. uur en uh, hoe lang dat het duurt beantwoordt. Ja, ja daar vind ik er ook wel tof aan. Dat, 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 dat je dat op die manier eigenlijk gewoon. Ja, je maakt op het einde zelf die rekeningen. Ja. Ja. Ik vond ook wel uh, ook een heel schoon shot. Want het is ook wel. Uh, goed af voor uw compagnon short. Zeker, absoluut. Uh, want absoluut. er zitten wel een paar uh, voor een tussenaansjes DIY film zitten ja. er toch wel een paar uh, uh, ja, ja. klassieke shots in. Ook een geweldig moment, Isolde Lazoen, er wordt zelden niet slecht gezegd over Isolde Lazoen, maar als ik haar u zo even bemoederlijk opgemaakt, die een blik dat shot, dat ze zo gewoon naar ah, u ja, kijkt, ja. Dat, het was even toch kerstmis ofzo. Ja. Dat, dat was toch een zo nee, was dat niet, ik voelde zo het lappen deken, zo de ritmesectie, Isolde alles gezien, ja. uh, ziet er ook altijd perfect het, alles klopt en dan zo eventjes. Ja, maar dat was, dat was ook een. Dat, dat zij er was, was mijn redding ook. Hè? Omdat dat, wij vormden samen ook de ritmesectie. En zij had alle rust over zich. En zo, kom, dat, dat komt ook wel goed. En dat was inderdaad, en ik was zo blij dat ik constant oogcontact met haar kon maken. En die, die, die was de hele tijd minzaam naar mij aan het lachen. Ze van, it's, it's all good. En dat, dat had ik daar ook wel nodig. Wat ik ook fascinerend vond, want ik vroeg haar daar van. Zo, de dag ervoor, zo, had ik nog een lijn van jij die noemt, ja, ik ga dat straks doen. En vroeg ik van, heb jij dat gerepeteerd? Dat is niet wat hij gedaan had. Hij had die, had die plaat opgelessen en die had dat gewoon uitgeschreven helemaal. En ik weet niet hoe dat al werkt bij Droegers. Ja, bij, bij de goeie is dat dat, hè? Ja? ja, de Mario Goossens, de Isolde Lazoens, ja? die kunnen echt dezelfde dag inhuren. Hè? Die, ja. die schrijven gewoon structuren op. Ja, hem. en ja. die had dat zo, en dan lag het voor haar, en dat was vlekkeloos. Daar had hij ook geen. En dat was natuurlijk bij Frank ook lastiger, omdat Frank een tweede gitaar moest spelen. Dus dat was altijd onduidelijk. Wat is precies de tweede gitaar? En wat, wat moet dat zijn? En Johnny had absoluut niet de ambitie om dat te gaan uitleggen. Nee, het slechts... volume af, eigenlijk. Dat was de tweede gitaar ja, ja, was... overduidelijk. Ja, ja. 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 Dat was ook een goed moment dat je zei, maar op een bepaald moment stond ik gewoon niet meer aan. Dus dan dacht ik, ja, kom nou wel een klein beetje. Hadden, hadden Frank, uh, Frank gewaarschuwd op voorhand? Wel, Frank, uh, dat hij ja. de montage ging halen? Ah, uh, wel, ja, ik heb dus de dag voor, uh, dus op Docville zijn, zijn Isolde en Frank ook komen kijken. En toen heb ik Frank van tevoren gewaarschuwd met een geweldig ei in mijn broek. Van, oh, ik vond het zo erg, maar ik vond het zo'n belangrijke scène. Dus voor de film moest dat erin. En, uh, maar ik vond dat ten opzichte van hem nog altijd, ja, dat is echt zo. Dat, dat gaat niet weg. Zo, dat is irritant aan mijn karakter. Zo. Ik voel me daar heel schuldig over. Maar ik heb hem daar gewaarschuwd en hij, hij zei ook wel van, ja, dat, dat uiteraard is dat een knauw in zijn ego, maar tegelijkertijd ja, verraste hem dan niet of zoiets. Daar wist mm -hmm. wie dat... Maar het lullige was ook dat Frank kende, hi my name is Johnny, kende die plaat. Ook heeft hij, dat is een van de weinigen, er zijn een paar mensen die ik ondertussen ben tegengekomen die de plaat kenden en die die ook kei goed vond. Oh. Dus dat is nog eens zo dubbel zo erg. Was hij was eigenlijk ook wel fan van die plaat. Ja. En, en word dan zo behandeld en... Maar ik kon er ook al Frank, pas op, voor alle duidelijkheid, hij, hij komt daar ook wel... Hij snapt dat wel, hij is intelligent genoeg. Maar ja, leuk is anders. Hij hoor. pakt hem wel terug, hè. Dat is wel... Zo, dat is wel chronologisch is het stuk ervoor. Uh, dat is denk ik het moment dat jij met hem nog even snel door de partijen ja, gaat. Ja, 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 ja. Dan... Uh, ik kan het ook niet nodig maar dan... Het, het is... Dan, hij plaatste hem ook al wel. Tuurlijk. En als je terugspoelt, dan is je het eigenlijk 1-1. Uh, uh, yeah. het, het is 101 voor Frank. In de zin dat je ziet Frank zijn sympathieke zelf zijn zijn yeah. in de film. Isolde is was ook fantastisch dat jullie in een depot. te zeggen: do you play here before? En zij zo: Yes, uh, in the big hall. Uh, more than once. Yeah. <laughs> dat was ook al wel een goeie zo. Yeah, yeah, yeah. Toch, 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 zo één ding. Uh, want je, dat, wat ik wel heel tof. Hey, cool vind wat je al verteld hebt, dat je inderdaad eigenlijk pas wist dat je iets had op het moment dat je aan het monteren zit. Ik weet niet hoeveel tijd dat ertussen zat, maar het zal toch een tijdje tussen gezeten hebben, tussen shoot en montage. Die onzekerheid ertussen. Ja, ja. Dat is, uh, dat is heel lang. Je moet, je moet weten, dus ik wou die film maken. En uh, ik heb toen een camera gekocht. En ik heb uh, en ik heb gezegd van, ik ga hem maken. Maar ik lig, er, ik lig onder contract bij Woestijnwis. Als het gaat over televisie maken, dan uh, moet ik eigenlijk alles voor hen doen. Uh, ze betalen me daar goed voor en ik snap dat. En ik had gezegd, ja, dat wil ik maken. Maar uiteraard, op de prioriteitenlijst bij Woestijnwis staat niet een one-off, een documentaire over een, 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 een zanger die niemand kent. Dus die hadden iets van: doe dat maar in uw eigen tijd. <laughs> huh? En um, en, uh, maar wij gaan dat, dat is, wij gaan dat niet doen. Wij hebben nu nodig voor programma's die, die, die ertoe doen, die, die een groot publiek gaan. Allee, dat is relatief in mijn geval, maar toch die mm -hmm. publiek hebben. Wat ik ook wel snapte. En, maar ik ben eigen gereid ben ik doorgegaan en heb gezegd van ja, maar dat gaat go goed worden. Want daar dat heb ik wel van het begin altijd gedacht. Hier, er zit iets in. En dit ga, dat gaat goed worden. Wat ik net ook al zei. Als ik iets doe, dan wil ik echt dat dat, 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 iets, dat, dat iets betekent. Um, en uh, uh, en ook daar weer mijn hand over speelt. Hè. En ik, ik weet op een gegeven moment, heb ik short erbij gehaald, en toen hebben we een, uh, een, tea een teaser gemaakt. En dat was eigenlijk met zo wat interviews dat ik gedaan heb met Mauro, met, met, met Frank en met Stijn Meuris over um, wat, wat voor iemand is dat, en dan wat archiefbeelden, en dan het beeld waarin ik zei tegen mijn lief, van, uh, die komt hier slapen. En eigenlijk die teaser, dus op dat moment was heel die polonski nog niet, uh, daarmee ben ik dan naar alle al mijn connecties in televisie, radio, weet ik veel wat, gaan zeggen van, guys, ik ben een fantastische film aan het maken. En dit is de, kan u al de teaser geven. En zo heb ik die kunnen verkopen aan Canvas en Studio Brussel. Ook daar weer, uh, eigen gereed, hè? van tevoren zeggen, dat is een fucking fantastische film. Dus eh, ik bedoel, je neemt wel een risico zo. En die hebben dat dan ook gedaan. En Woestijnwees heeft toen, en da, da, daar ben ik ze dankbaar voor, ook gezegd: Oké, okay, we gaan u wel steunen. Hè? We, gaan, we gaan zorgen dat je montagetijd krijgt. Dat we daar nog een monteur bij zetten. Um, uh, tijdens die shows had ik vaak extra camera's nodig. En dan hebben collega's belangeloos zijn komen bijdraaien. Dat was echt wel, allee, dat was fantastisch. Uh, hebben ze ook feedback gegeven en zo. En vanaf dan, en, en, en helpen ze mij ook met de, nu de, de postproductie en al die dingen. Dat zijn heel belangrijke dingen. Dat ik nooit zelf had gekund. Uh, maar ik heb daar wel altijd voor gehouden: van ik heb, ik heb echt een fucking belangrijke film die ik wil maken. En ik weet dat er ook wel, wel wat mensen zijn binnen het bedrijf die gaan gedacht hebben: van het zal wel weer met zijn hobbyproject. Het <laughs> zal wel. En daarom, voor, daarom was die stress enorm van ja, ik, als dit ook echt een bummer wordt. en als dit echt inderdaad een soort van. een onkel maakt met de videoclub een, een film. Zoiets gaat worden. Hey, niet dat ik daarvan uitging, hè, want ik, ik heb al vertrouwen in mezelf, maar het had ook wel gekund. En dus die, inderdaad, die periode tussen het wegvliegen van Johnny Polonski en montage, en aan ja, alles wat fout gaat, hè, Amerikanen die, die we niet kunnen gaan bezoeken, en, en, en alles wat je moet daar denken, maar dan ja, begint dat visioneren, en daar heeft Short echt belangrijk. Had hij super hard aan gewerkt en, en, en om door al die ellende te gaan en daar een soort van basis neer te zetten. En toen voelden we van, ja, maar eigenlijk hebben we nu meer dan genoeg om. Ik bedoel, die eerste visies die waren twee uur duurde die film, hè. en dus da da daar, daar zijn we enorm in moeten gaan schrappen en, en uh, dingen eruit halen. Ik bedoel, uh... is, er iets, is er iets? uit dat je zegt, de, de, filmmatig, um, was dan een, een kind met badwater, maar ik, er zat wel iets in. Zijn er zo deleted scenes? Ja, nee, zo'n keer dat weg is is ook weg. Hè. Dat is ja. toch eigenlijk altijd. Mm -hmm. Dat is zo zo zo. Maar, keer... maar zouden zou van hem een aangenamere man kunnen gemaakt hebben? Vermoedelijk, maar, maar niet veel. Ik denk, ik denk eigenlijk eerder andersom. Want ja, ja. Dat, wou ik, dat wou ik eigenlijk ja, ja, maar zeggen. Maar dan voor alle duidelijkheid: we hadden er een heel rot ja. portret van kunnen maken. Want ja. was zijn zo. Uiteraard ben ik dan benieuwd. Hè, omdat ik dat ook wel voel in die film. Want dat moet wel even gezegd worden: omdat we eigenlijk al een, een hele aflevering lang. komt hem er niet zo rooskleurig. uit. Terwijl ja. dat je wel. Ik had nog ook wel sympathie voor hem. Ja, dat is dus fijn. als ik er naar dat kijk, ik ook, had hè? ik nog altijd wel het gevoel van. Ja, Witte, je, je ziet, ook, je ziet ook, denk ik, onder de laag zie je de wel... Hij laat niet veel zien, ja. maar er zit veel pijn en frustratie bij die gast. Absoluut. En je snapt wel van, ja, ik zie hem ook dingen doen waar ik van, de performer in mij sterft mee met hem. Hè. Ja. Ik zit er te kijken en ik denk, ja, ik snap wel dat, dat, jij, dat, dat er bepaalde keuzes zijn die jij nu in je kop maakt om hiermee om te gaan. Hè. Dus de, dat vond ik mooi. Maar waren er een aantal scènes? Want dat vroeg ik mij toch echt af. Wat waren echt dingen dat jij zei. Dat ga ik er niet in steken, want dan krijg ik hem echt niet meer sympathiek. Uh. Waren er zo'n momenten? Maar het, het ging vooral over de veelheid van. van het, het, ja, wat we net zeiden zo, van dat, dat iemand mijn aantekening komt vragen. Of een foto met mij waar hij naast staat, terwijl hij eigenlijk dat aan het aanbieden is. Dat zat er heel veel. dat hebben we veel moeten uitlaten. We hebben ook heel vaak zo het, het hengelen naar aandacht na shows. Dat was een. een ik bedoel ik gun het hem van ijs. hij is, is vrij dus hij was eigenlijk ook al bedoel um, zo, hij was niet vies van vrouwelijke aandacht of zoiets maar dat ja je filmde dat ook allemaal en dat was vaak ook gewoon heel pijnlijk zo, hè? zo, ja, ja. Dat, zo je voelde zo ook eigenlijk zo na die shows de aandacht lag niet bij hem of zoiets en en dat, dat ja maar gewoon wat dat, het, dat het portret was schrijnend natuurlijk maar ja. en kwam dat dan Waar de soms, soms. Ik weet het antwoord allemaal maar je wordt fout de ster eigenlijk van de avond. Ja, maar nu. Het ja, is ik, beperkt, hè? Allee, ik bedoel, het is niet dat, dat iedereen. Want dat valt ook wel reuze mee. Maar laten we zeggen dat, dat de camera en, en, en ik meer aandacht hmm, naar zich toe trokken dan. Allez, zeker na het optreden en zo. Hè. Iedereen wist, zag wel, dit wordt gefilmd en ah, dat is aan Ham. En, en snap je dat zo? zo mm -hmm. Niet iedereen, ik moet dat ook niet groter maken dan het is, maar. Dat was, dat was ook voor hem ook wel vervelend, hè? een afleiding. Allee, ik bedoel de, de, het was een vloek en een zegen dat ik dat allemaal geregeld had. Hè? Want, want... Ja, maar terugkomen op het zondebok gegeven. Ik denk dat je het ook wel wat in die richting moet zien. Mm -hmm. dat het, uh... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat is absoluut. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar pas nee, op, ik, oei, ik, de... pas wel, ik heb me altijd wel zo heel nederig proberen op de achtergrond. Ik zeg oké, okay, dit is uw moment. En ik ga, ik ga ook. Ik, ik was ook altijd. Ja, maar soms Wij gebeuren er ook dingen met mensen die jij niet onder controle hebt, ja, ja, maar ja, die wel waar. duidelijk laten uitschijnen ja, wie ja. dat jij bent. Mensen kunnen soms ook ongelooflijk boertig zijn op bepaalde manieren. Shit, man. ja, dat ja. je echt denkt wat? He, zo, Tegen zo hem, man, he, ja. ja, maar het is zo. Hey, yes, uh, no, no, I want a photo ja. with him, hey, not with you. Ja, of, of, uh, echt, maar of die bedoelen dat dan? Of de classic, de classic. So it was an amazing show. Too bad there was nobody here. Ja, <laughs> ja, 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 so, ja, ja, ja. But you were great. Ja. Ja, ja, nee. Daar so. hoorde hij. Dat ja, ja, ja. Zat, zat er vaak in. Hè. Ja. Ja. En hij kon ook wel, daar kon hij op zich wel elegant mee dealen, zo, maar ja, je pakt daar wel mee naar je bed s'avonds. Dat, zo, zo, ja, dat is niet cool als je dat soort dingen hoort. En dat zit er veel. Dus je, je zag ook wel. En op het einde was hij daar ook klaar. Dus wij, want hij, was, hij had een microotje en Short en volgde hem heel goed na een optreden, omdat we dat interessant vonden. Hoe gaat er iemand mee om met, een, met shows als dit zo? Hè. En, um, maar. Heel, op een bepaald moment was hij daar ook klaar mee. En deed hij onmiddellijk zijn micro uit. En, en was hij ook zo. Nou ja Hij voelde het ook wel, maar we hebben dat bijna nooit gebruikt, die beelden. Want allee, we, hadden, ja, je had wel, we hadden genoeg schrijnend materiaal. Maar dat is, dat is nu ook al heel duidelijk. Hè? Ik bedoel dat het een aan bestaan is. Zo, daarin er, blijft hem wel ook nog altijd, uw jeugdheld. Je, je, je behandelt hem nog wel met respect. Ah, ja, tuurlijk, Want ja. je gaat er ook een zielig figuur van Zeker. kunnen maken als je ja. dat wou. En dat doe de. Niet. Je ziet gewoon iemand waar je van denkt, ja, die is een leven drie kwart van de tijd niet zo heel leuk. zijn. Ja. Voor hem was dat ook vooral, denk ik, een lange confrontatie met wat dat zijn carrière niet is. Ja. Dus dat, dat was het, want, misschien het waren, wel. Dus, want maar... de shows, want uiteindelijk, ik, allez, toen ik, 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 ik zag dat, ik, ik, het wordt aangekondigd in de film, en denkt, ja, daar kan niemand naartoe, hè. waarom zouden er naartoe gaan? gekend? Ja. en dat wat komt eruit, maar dan zag ik die shows en dan dacht ik. Goh, dat is. Allez, er zijn hier al grotere namen voor minder komen spelen, denk ik. Ja. Dus ik vond dat al bij al. Er zal wel gezond wel wat met camerabeeld gespeeld hebben. Maar dat was geen trainwreck of zo. Hè, die en... uh, uh... Ja, nee, zo, zo. Er zaten er een paar die. die uh, um, dus die eerste in Brugge was heel veel volk. En dat, dat, maar, maar die waren tegelijk ook wel afwezig op een andere manier, zal ik maar ja. zeggen. Tijdens optreden. Dat was heel beleefd en dat voelde ook bijvoorbeeld in Sint-Niklaas. Um, Eén show heeft de aflevering niet gehaald. En dat was hier in Antwerpen, in Tram 3, dat café. Ik weet niet of je dat ja, geluisterd ja. mm -hmm. uh, is. Maar dat was gewoon de reden dat dat er niet in zat. Was, ja, dat is A, een darling die je moet killen. En B, het, uh, we hadden daar heel weinig licht, dus die beelden waren zo. En, en dat was een beetje vergelijkbaar. Ook daar, die heeft daar redelijk eten gekregen. En die is daar goed gesoigneerd. En die, die vond het aanvankelijk ook wel tof. Maar merkte ook wel dat de aandacht voor de muziek er niet was. Kinky Star in Gent, wat eigenlijk een fantastisch mooie locatie is. Maar daar mm -hmm. was echt ook... Ja, daar had ik echt wel van verwacht. Oké, okay, Gent hier gaat wel wat animo zijn, maar dat was er ook niet. Dus die show dat we in Genk in die jazzclub hebben gespeeld, wat een fantastische club was, dat vond hij eigenlijk de leukste. Daar was, zo, daar was de sfeer op zijn best. Dat was zo'n ouder publiek, mm -hmm. wat hij ergens vond dat hij wou het liefst voor jonge Mieke spelen, wat ik ook wel snap. Hè? Maar tegelijkertijd, dat waren wel zo... Ja, muziekliefhebbers, die, die zaten, die luisterden goed die, die waren, die, die gaven goed, die waren genereus met hun applaus. En hun, dus eigenlijk vond hij dat een hele coole show. Ik denk dat hij wel ergens dacht dat hij daar nogal misplaatst was, hè, dat hij iets te veel ook geen rol was voor die club, maar eigenlijk is hij daar nog het, had hij daar nog het meest aan. En, en Leuven dan natuurlijk. Leuven was ook op een bepaalde manier ook wel een succes uh, mm. ook voor hem. Ja. Hoog bezoek. Dat weet ik nog, ja, ja, ja. die gasten hebben zo uh, ja, hoog bezeek. Ja. Uh, we hebben een Amerikaan ja. <laughs> zo hier in onze club. Uh, dat was zo goed. Ja, dat was echt Sonny po Polonski. Ja. Zo, zo dat, ja... ja de, In de gloria een even beetje even, daar he. knullig zo, maar toch ook wel... Jan, al Eile, er Jan er Eile er Eile zal al, <laughs> de Jan ja, Eeles zijn. Maar wat een lieve mensen waren ja. dat, ongelooflijk. Dat was echt, hoe, ja, dat je daar echt, uh, dat was fantastisch. Ik vond ook, uh, uh, visueel, want het moet wel gezegd worden, het, uh, hij heeft wel een, een uiterlijk, ja, 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 Ook als je zeker. hem er op die luchthaven ziet staan, het, of dat naar de knappe vindt of zo, doet niet, maar het is een figuur ook, hoe dat hem er zo stond. Ook een heel... De laatste, allez, de laatste scène, jullie twee, die een hug. Ja, dat was ongemakkelijk. <laughs> dat waren, zo, dat waren zo, wat zeg je, zo twee brievenbussen die elkaar een knuffel geven. Dat zag er. Dat deed dat, dat pijn voor Nord te kijken. Maar ja. het is, en dan nog. Het is, want daar vind ik dat eigenlijk, als je het ziet, is het nog maar. Half zo erg als het in werkelijkheid was. Zo. Zo, wij hebben echt die ochtend niks meer tegen elkaar gezet. Ik heb wel nog geprobeerd, maar er kwam niks meer uit. En hij zei achteraf dat dat vermoeidheid was. Dat kan ook wel voor een stuk. Maar ja, zo, zo in mijn hoofd ging dat nog veel sneller. En het grappige was ook, wij liepen over die, door die luchthaven. En ook nu hadden wij wel wij hadden een toestemming moeten hebben om daar te draaien. Maar dat, het was in reality gedraaid. Dus Short volgde ons eigenlijk terwijl we naar die gate wandelden. Dus we waren niet van tevoren even dat formulier aan de security gaan tonen rij gewoon. Dus ik stap met hem en ik probeerde nog zo wat quotes te ontlokken zo van en met welk gevoel gadden zo was het gewoon we zijn niets meer. En, uh, en we wandelen door en dat is oké, okay, daar is uw gate. Het zijn niks maar op dat moment voelde ik ook al de security agent achter ons lopen. <laughs> en die was wel zo zo, zo chic dat hij dat die ons niet onderbrak. Maar die stond al op punt om te vragen, en, en, maar ik wou dat moment van de afscheid nog hebben, zo, maar dat moment was ook heel raar, de Sjoerd dat echt ook iets, wat is hier gebeurd? Zo, 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 bij, 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 naar die gate, en, okay, hier, okay. en ik weet nog dat ik zei, this is where we part ways, en dat had ik voorbereid, want mijn Engels is eigenlijk slecht. <laughs> uh, en, uh, en er kwam wel een knuffel, maar, maar en, in de film zag ik een lach, maar op dat moment zag ik zelfs die lach niet. En was dat echt zo van, en die was weg, die keek, keek niet meer om. Maar dat was ook op het moment dat hij vertrok, kwam de security agent wel, dus we hadden we zo wat minder zo dat het wegwandelen. Dat wegwandelen zo ja. zo, want toen moest ik wel, ja nee, ik heb hier een formulier. Dus. En dat was het ook allemaal onmiddellijk wel in orde, maar dat was, dat was een shit, man. En want ik weet echt dat wij daarna in de auto Sjoerd en ik stapten, en dat wij ook daar weer zo manisch begonnen lachen. Net ja, zoals daar, zo, ja, ja, van, van wat is hier gebeurd? En dat je zo voelt dat er zo 600 kilo van je schouders valt. Zo dat en uh, ja dan komt dat moment dat ik nog naar huis bel zo, dat, dat was zo het, het afmaken zo daar uh, ja, dat was ja die, uh, ik denk dat gewoon vooral ons allebei uh, ja de chemie was op en het was gewoon naar rustig komen er nog documentaires gaan er nog zo'n dingen doen want dat is wel een straf van documentaire. Ja, wel, maar ik, ik, uh, ik, ik zit met een ander idee waar ik al uh, wat langer mee liep en waar ik mijn Short al voor gedraaid heb. Terwijl o, waar ik gaat uw hand waren... nu overspelen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, ik, wel respect wel voor de Short dat hij nu een telefoon nog opneemt. Wij hebben al eerder samengewerkt, maar, maar hij heeft dit, uh, ja, heeft dit, hij heeft dit zee, zee goed gedaan. En dat is echt, een, een die... Allee, wat mensen vergeten is, niet alleen woonde Johnny Polonski twee weken in mijn huis, maar ook nog eens de Short, allee, die, want die, mm -hmm. die sliep daar ook. Hè. Die moest, die moest allee, af en toe zette ik die wel, sliep die wel gewoon in Brussel, maar dat was, ja, die was er ook al bijna de hele tijd bij. En die gast, die zijn rol is ook wel, ja, die, 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 dat was ook een soort buffer tussen Johnny en, en ik. Hadden hè? die een klik trouwens? Hadden die een relatie? Of, uh... Die hadden wat meer een klik dan, dan ik en Johnny. Ja. En, en Johnny kon aan hem zo wat mee. Zijn hart lucht, maar dat bleef wel beperkt. Maar ik hoorde wel via Short dat, ja, dat hij tegen Short wel zei: Nou, oh, dat is hier een shithole. Zo, zo, ja, ja. Maar als ik het hem vroeg, dan kwam hij zo nooit iets uit terug. En dat frustreerde Short dan ook wel weer zo. Maar tegelijk was dat wel, wel goed. Want bijvoorbeeld dat moment dat hij, is tegen, dat hij over mij bezig is tegen Short, dat is wel goed. Want dat heb je ook nodig. Je moet ook voelen dat hij zich echt voelt. En hij deed dat alleen tegen Short. Hmm. Snap je? Maar, maar uh, ja, ik, alleen had ik dat nooit gekund. Maar het is doordat Shore erbij was, dat, dat, die hield mij wel wat overeind. Zo. En die had ook wel zijn momenten van wat hebben wij, wat zijn wij hier aan het doen? En zo, Maar tegelijk, wij hielden elkaar wel aan de gang. Dus... Het is een beetje het bandgevoel ook. Hè? Je kunt dat hebben als ja. je ergens binnenkomt. Dat is altijd... Uh, de, de uitspraak gedeelde smart is halve smart. is echt niet gelogen. Wij ja. konden op elkaar kijken en zeggen waar ja. zijn we nou weer terechtgekomen? Mm. Terwijl als comedian soms, als je helemaal okay. alleen bent, ja, dan zitten alleen maar alleen. hè. Je komt er binnen en je denkt, maar, deze is echt volledig kut. Ja. Ik weet aan het begin van mijn carrière, ver in Nederland en zo, van die shitholes. Ja. En dan ja. je zit zitten helemaal alleen in die kleedkamer. En ja. dan voelde echt een existentiële crisis. En dan denk je, wat ben ik hier aan het doen? Ja, wel, maar dat zal Johnny ook wel gevoeld ja, hebben hier. Terwijl, waarschijnlijk. Terwijl he. ik altijd zo, dat ja. moment dat in de auto ik even in de achteruitkijk naar naar kon kijken. En, en één blik was voldoende om inderdaad al wat te kunnen weglaten vloeien zo, van ja. frustratie of, of emotie. En er. hij had dat niet, hè? Nee, ik vond wel uh, 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 en niet dat ik er ontwijfelde of zo. Maar ik heb ook een paar afleveringen gezien over de Oceaan. En ook de bewuste aflevering, ik van afgelopen maandag ja. zeker. Allee, ik had het al op dingen gezien op uh, Play, zeker, ja. of, uh, of streams. Um, er zijn soms wel blikken identiek. Waarmee dat ik precies net insinueer dat ik er getwijfeld heb, dat bedoel hey, ik niet. Hey, hey, hey. Maar dat waren zo. Hey, dat is een heel andere setting maar er is ook zo, dat gebeurt af en toe ook natuurlijk op die boot, dat is niet dit of dat, maar er is zo'n moment dat je aan het sturen bent, en dat je iets te Johnny, iets te wild op de zee en dan is er zo'n momentje niks erg, maar dan zie je ook wel wat die ongemakkelijkheid en ik vond dat wel een een op een blik met u, uw uh, vrouw, uw uh, liefde zal dat waarschijnlijk beter kunnen zitten, maar het is ook wel zo, wat wat, wat jij ook straks zei dat u dat, dat uw vriendin gezegd had van van uw ironiekant, ironie ja. kent, dat je erin ontveranderen is je ziet er wel wat otto jan aan in. Ah wel, maar men, er is echt iets heel vreemds gebeurd, en dat zijn die twee programma's komen, op magische wijze, samen eigenlijk. Mm -hmm. dat, dat, want tevoren toen ze mij dat vroegen om dat te doen, dat, dat is iets waar, waar ik jaren geleden... Ik, zat, ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou, dat ik zou meedoen aan een programma als Over de Oceaan. Voor de mensen die dat, dat niet kennen, dat is, dat is over, met een zeilboot de Atlantische Oceaan overzeilen en dat wordt dan gefilmd, dat is reality. Mm -hmm. Met, bv, eerste, met, bv's, met, bv's, ja, met BV's. Van inderdaad. Lanzarote naar ja, Guadalupe. Ja. Ja. En, en inderdaad, met BV's. En dat is Bijzonder... alles, alles van wat ik nu gezegd heb, is iets waar ik vijf jaar geleden echt niet alleen mijn neus, maar elk onderdeel van mijn lichaam voor zou hebben opgehaald. Van, dat is echt, dat is het. Dat, 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 maar goed, dat werd gemaakt door Oestijnvis, door, door collega's die ik hoog heb zitten en die, die, die moeten ergens beginnen bij het samenstellen van zo'n poelen. En ik voelde, ik kan niet zeggen dat dat. Lichte dwang was, maar ik wou, ik wou, ik, ik zeg: kom fuck it, take one for the team, ga dat doen. En je moet ergens beginnen als je andere bv's gaat opbellen, van ah, met een dier doe dan mee, et cetera. En maar ik dacht, enfin, dus ik had daar wel, wel ja Dacht er god iemand komen die mij of Ik Heb ik altijd gedacht, ja. Tom Bone gaat <laughs> zeggen: Alex, ah, ik meegaan, en dan bellen, zeggen ze mij altijd ja. Tom Bone, en dan had ik direct, natuurlijk, ja, ja. Fijn, ik snap dat. Ja. Maar dat kwam niet. Tombone Bonne <laughs> kwam niet. Tom Bonne fietste. Maar het ding was dat, dat uh, ook daar op die. En met, uh, wacht, dat was dat na Polonski. Uh, nee, dat was voor Polonski, de boot. Maar daar. Uh, um, hij had die opnames. En daar heb ik mij eigenlijk ook wel zo. Waar ik altijd mijn handelsmerk van gemaakt heb, of mijn voornaamste wapen, is natuurlijk ironie en alles, alles weglachen. Hè? Mm -hmm. en, 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 en mijzelf zo hard relativeren dat ik niet meer, dat ik niet meer kan eigenlijk. Ja, eigenlijk en... ook tot op het punt dat het soms arrogant kan overkomen. Heel irritant. Ja, dat en dat je arrogant. het ziet en dat je denkt, ja, die vindt zichzelf wel heel wat of zo. Absoluut. En dat was eigenlijk hetgeen waar dat het naartoe gaat, namelijk we hebben, we hebben nu twee dingen na elkaar, ja. waar we u Helemaal anders zien dan dat we u ervoor gezien. Hè? Ja, en het ergste is, ik vind dat nog bevrijdend ook. <laughs> maar dat is keihard ook. Ja, ja, maar dat is zo. Het is, ja. het is echt, ik, ik, nogmaals, ja. ik zou dat, dat is echt niks voor mij in zekere zin. Maar ik, ik sta hier ook, omdat ik ook weet dat het 100% authentiek is. Hè. Het is ook mm -hmm. wat, dat, het is niet, alleen bedoel, want dat kan ook anders. Ik heb ook al aan een programma meegedaan dat ook wel wat reality is. En dat ik voel van dat is gekunsteld en dat, daar sta ik ook echt niet achter. En daar dat, dat heb ik spijt van dat ik dat gedaan heb. Maar, um, uh, maar in dit geval, in de deze twee gevallen, is dat ook echt gewoon goed uitgewerkt naar mijn gevoel. En is dat ook oprecht wie dat ik ben. En ik denk dat zo, hier zei hij dat ook tegen mij, mijn vriendin: van, van ik ben blij dat je, dat je het een keer zo doet ook. Dat je het niet leuk ja. en, en na die afle de bewuste aflevering, voor de mensen die het gezien hebben, was ik aan het blijten, En dat is ook iets waarvan ik altijd gezworen heb: ik ga nooit blijten op tv. Want ik vind dat het meest onkiezel wat er bestaat. En fuck die shit, ey, uh, Maar ik daar gebeurt dat toch. En. Um, en ik krijg er dan heel veel reacties op. En ik kan, zo, ik kan dat ook menselijk niet aan. Ik weet niet hoe dat, dat bij jullie zit. Maar, maar zo'n compliment, ik vind het heel moeilijk. Zijn de Jani, wat dan een fantastische mens is. Die echt mm -hmm. van: Ah, oh, ik love you. En, was, en, ik, en ik, ik, mijn enige. De mechaniek bij mij is dat ik daar moppen over begin te maken. Mm -hmm. En dat hij zegt: Stop dat nu. Dat is een, het is een compliment. En, ik, en ook daar ga ik dan weer moppen over maken. Dus ik moet. Uh, dat is nu eenmaal hoe ik geprogrammeerd ben zo. En, maar in dit geval, zowel in Over de Oceaan als zeker Hi, mijn name is Johnny Polonsky, wat dat voor mij echt wel een belangrijk project is waar ik gewoon fier op ben. Dat is voor het eerst dat ik dat ook echt zeg. Ik ben er fier op en ik, en ik wil daar misschien voor het eerst in mijn leven niet ironisch over doen. Mm -hmm. Ik wil ook echt dat dat behandeld wordt met, met respect. En, en dat dat niet zo ergens in de kelders van canvas komt te liggen. Ik, ik, ik ben blij dat dat. Zoveel aandacht heeft gekregen, dat hij dat zoveel mensen op gereageerd hebben. Ik ben oprecht super blij en trots dat ik hier zit. Ik meen dat echt om daarover te praten, dat jullie dat goed vinden, is voor mij mega belangrijk. En, en waar dat ik vroeger zou ik daar allemaal. Zou ik dat een beetje for granted nemen? En zou ik daar vooral ook vooral minimaliseren voor mezelf. In dit geval wil ik dat niet meer doen, omdat ik weet wat ik ervoor gedaan heb. En. en het is een labor of love. En, en, uh, uh, dus als het dan ook echt die snaar raakt, dat je hoopt dat het raakt, en dan, dan ben ik daar oprecht heel trots op en, en hoop ik dat ik dat nog kan doen. En over de oceaan is wat minder mijn labor of. Love, maar daar voel ik ook mm -hmm. wel dat, dat daar hard aan gewerkt is. En dat dat, dat, ik, Sluit ik, mooi aan bij elkaar, vind ik. Op een bepaald vlak. Omdat je daar nu. Omdat je, zoals je het zelf al zegt, je krijgt een u te zien. Die dat je ervoor nog niet zag. Nee, absoluut. En iets dat je nou ja, misschien nog twee dingen, want jij, jij wordt al aan het zeggen dat je nog wel iets van plan waard. Uh -huh. Dat je misschien weer je hand ging overspelen <laughs> met iets. Zou ik wel willen weten wat dat is. En ten tweede, ja, die trip op de oceaan. Want je moet toch ook momenten hebben gehad dat je daar in dat Wijdse niks zit. Maakte dan, maak dan een beetje de rekening op van je leven? Denkte dan na? Zijn er dan dingen dat je zegt daar wil ik naartoe? Heeft dat misschien bijgedragen mee? Dat deel van je eigen meer te laten zien? Of lees ik er nu meer in dan dat er eigenlijk al aan de gang was? Nee, het is, maar het is niet zo dat je dat je, dat je zit en dat op een bepaald moment dat je die epiphany of dat, die, die erlebnis hebt van, van wacht eens even. Dat is niet het geval geweest. Dat is eigenlijk pas dat manifesteert zich pas later en misschien zelfs pas nu ik het weer terugzie op televisie, dat ik denk: ja, maar zo, het heeft wel degelijk impact gehad. Um, en eigenlijk zo. Oké, okay, hoe dat ik mij presenteer daar op televisie is voor mij denk ik gewoon een heel belangrijke stap geweest. Ook in, de, in het zoeken naar je eigen stemmen. Um, mm -hmm. uh, en, 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 en wat dat je wilt doen en hoe dat je herinnerd wilt worden. Het zijn grote woorden, maar het is eigenlijk wel een beetje dat zo. En, en dat ik daar ook wel geleerd heb van, van ik hoef niet noodzakelijk als de Joker uh, herinnerd te worden. Ik wil wel. Van mij, het, allez, ik bedoel, ik wil niet alles kapot relativeren. Ik wil wel een, een, een iets achterlaten. Zo. En, en dat besef is vermoedelijk daar ook wel gekomen. En het en is ook, en ik bedoel, ik wens het iedereen toe. Hè. Ik wens het echt, echt iedereen toe om dat eens te kunnen meemaken. Om, om zo geïsoleerd op een oceaan rond te dobberen. En drie weken lang u over te geven aan de elementen die wel bepalen wanneer jij gaat aankomen. En uiteraard is de omgeving. Kunstmatig in de zin, of zeiden je ook een televisieprogramma aan het maken, maar dat, dat, dat doet niks af aan de impact van gewoon verstoken van communicatie drie weken lang. Enkel water om je heen te zien, dat is toch iets heel bijzonders. En dat is, dat is, dat is ik, nu ook zeker mij dan ooit denk ik van dat is een unieke kans geweest. Uh, die, die weinige gegeven is. En, en, uh, dus, dus, uh, en dan helpt het nog eens dat je, dat je op dat moment. 41 en, zijt en, en kindjes hebt, jonge kinderen hebt. Dat is ook, je zit sowieso al op een kantelmoment op een soort fragiel moment in je leven. Ja, als je dan de gelegenheid krijgt om daar eens een paar weken rustig over na te denken. <laughs> uh, naast Imke Courtois in een bikini, ja, het duurt direct, uh, ik zou het iedereen aanraden. Uh, dat zo, zo, uh, ja, dat is... Imke Courtois in een bikini zou ik ook iedereen aanraden. <laughs> dat is al dat jaar, zeg ik. Wil toch, ik heb maar twee afleveringen gezien, toch? Eén vraag, en uh, dat, dat is echt goed bedoeld. Maar heeft de Jan er eigenlijk iets gedaan? jawel jongen. Oh, die aflevering ja, want... die ik zag was hij precies de een tijd aan het passen. Nee, het is niet, hij heeft, dus niet dat hij veel gevaren heeft, dat interesseert hem niet, maar ja, Jani was de lijm. Hij was ook ja. degene die, die, die de, de hele tijd die boot aan het maniakaal, aan het, aan het ordelijk houden was. Wat daar heel belangrijk is, want dat is, had, had dat mijn verantwoordelijkheid geweest, dan waren we na twee dagen teruggekeerd wegens complete chaos aan boord. Dus Jani is iemand die... Ik wil wel zeggen, de reality... Ding... Goed, die is hij uitno... is, is hier nog nooit geweest? Nee, die moet een, nog. Die een, moet ook, een, maar, een die, we kennen hem wel gewoon. Ja, we ja, 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 die die wel gast, goed. Ja. die, die is een held. Hè. Ja, en, en als je denkt van jezelf dat je goede anekdotes hebt, enter Janica Zalsis. ja. ja. Hij, is, hij komt er fantastisch uit, maar ik vind dat iedereen er wel goed had. Want dat is, ja, wel, het is wel een reality-programma, eh, wat altijd hitte of mis is. Ja. Uh, maar wat ik er wel, dat is gewoon een vraag. Omdat je zelf tv maakt, uh, als Jan met de Pit in Big Brother zit, en nu al minder. Ja, die mensen wisten niet goed wat er gebeurt. Als je zo als tv-maker in zoiets zit, hoe lang kun je dan uw guard ophouden? Of verliezen dat ook? Want je, 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 je kent het systeem. Hè? Ja, Je verliest het, maar je weet dat je aan het verliezen bent. Je bent veel bewuster. En je bent daar ook wel degelijk. Er is een enorm verschil. Wij weten wat wij doen. Hè? En Jani mm -hmm. bijvoorbeeld is, is, is daar een kampioen in. Die, die, die is zichzelf, maar die weet op het moment dat er een camera. Opstaat, zal hij het nog eens uitvergroten? Of houdt hem nog even. Dat, is, dat was ongelooflijk. Op een gegeven moment vloog er een, een, oog, een, een oog. Een vogel in het oog van Jani. En dat is echt gebeurd. Dat is zot. Allee, je kunt u niet voorstellen dat dat dan midden van de oceaan. die ene vogel dat hij vliegt, dat hij dan nog eens in het oog van Jani Casalsis vliegt. Maar Jani schrikt zich een ongeluk. Die maakt een scène, maar die houdt het dan nog even vast. Want, dan, want die weet dat er een cameraman bezig is om die camera op, op een record te duwen. Ja. Dus dan zijn er we wel een vakman. Maar, die, maar, dat, maakt niet, maar dat, dat doet niks af van de oprechtheid of zo. Maar die weet ook gewoon, ja, ik ben hier ook wel om een programma te maken. Dat, dat vond ik, daar heb ik veel van geleerd eigenlijk. Zoals zo. de allergrootsten. Zo. Ja, ja, ja. Maar ja, je ja. Kunt, ik kan me wel voorstellen dat er momenten zijn. Dat je een wilde zee hebt bijvoorbeeld. Ja. Hè, je begint te voelen van, ho, 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 dat ja, kan ja. hier allemaal mislopen. Ja. Er zijn toch ook momenten dat je niet meer bezig zijn met het feit dat je tv ja, ja, aan het tuurlijk. maken bent. Ja. En dat liet teken trouwens van je hand? Het, het, het was eigenlijk het nee. koord hè? Ja, dat, dat, dus uh, ja een wat, beetje. Je ziet het nog. Je uh, uh, ziet het nog. Ja, je ziet hier nog iets. Zeg niet verschrikkelijk pijn? Ja, dat hij heel veel pijn. Ja, dat, dat, dat eigenlijk, het vraagt. Ja, ja maar ik, ik heb het ooit ook gehad. Het was eigenlijk met uh, een van de zeilen. Oh, de brandwonden. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, is dat, kut, is, dat is echt uh, kut pijn hè. Dat is echt, ja. Want je kunt ook niet, het bloeit niet genoeg, dus je kunt ook niet te cool erover. Exact. Je hebt niet echt bewijs dat hij ook echt iets gedaan heeft. En ik was ook zo teleurgesteld in mijn schreeuw toen ik dat terugzag. Ik zeg, ah! Er is niks mannelijks aan. Dus ik zo, ah! En ik dacht van, hé, dat was een Jani schreeuw. Ja, het was zelfs Jani zouden zijn schouders voorop. Ik denk dat jij geen geluid hebt gemokt, denk ik. Want dat is gebeurd met een verhuis. Die had een kast vast, die het niet meer trok. En dat doet oh, heel deze hey. handen. Want ik heb u dan toch nog helemaal ingezwakt op het En mij, maar ik weet nog dat jij niet deze, maar jij ja, deed eigenlijk iets heel mannelijk, namelijk dat. Ja, ja had ik dat geweten. Had ik het geweten. Dat doet toch zeer. <laughs> zo dat. Zo dat ding dat je denkt, die denkt nu... Aaah! Maar die gaat dat niet doen. Die gaat er staan en zeggen... Ja, dat is toch wel pijnlijk. Zo, met zo'n ja. kleine knak in de stem, oh, dat je voelt, dat deed wel echt Maar zeer. ik had niet Imke Courtois, uh, nurse, ja. maar ik had wel u, dus dat is toch ook... Uh... Ja, ja. Ik, het, is, het was grappig, het was dus, dan hij Ah, daar En ja. dan, ik moest ook echt beginnen te wenen. Ik moest, en zo gewoon van de schok ook om Ik heb niet echt... Dit was, maar zo, ik voelde mijn... mijn als, als er niemand was geweest, had ik eigenlijk liefst van halfjes geweend met, mijn, met de pijn. <laughs> <laughs> oh, en dan zo'n cameraman die zo niet weggehaald van u ja ja ja, ja. <laughs> die ja. Heeft er maar ja, dus ja. give it to me baby ja, de cameraman <laughs> nee. is ook ik ken, ken ze goed en het zijn goede vrienden ook en, en, en ja zeker nu en, en uh, dus die dat is ook wel ergens zo je, 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 op dat moment zijn er heel snel weer zo in control op een bepaalde manier en weet ook wel van oké okay, tv en, en je kunt dat niet allemaal wegpoetsen want die pijn is daar nog altijd en die schaamte want dat speelt dan ook mee van fuck je man aansteller en, um, dus, dus je, je het, is, het is niet 100 procent dat je jezelf laat gaan zo, maar tegelijkertijd, ja, ja, kijk, op een boot kun je niet echt ontsnappen hè, dat soort dingen. Wat was hetgeen dat je nog wilt doen? Dat je zei, want je ging nog vertellen van, ja, ik heb een plan om. Ik heb al een tijd een plan. Ik zou heel graag een dansfilm maken. Dat lijkt me echt een heel cool idee. Ik heb niks met, ik kan maar niet hier dansen. Komt die hier komt ineens iets voorbij, waar ik van dacht, oké, okay, dat had ik niet zie. Ja, dan wel, maar dat zo, mijn, mijn ik, 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 dat, dat zou ik heel erg graag doen. Ik, allee, zo, en, en dat wil ik mijn short ook wel draaien. En ik, we hebben daar al dingen voor gedraaid, en, en zodra dat er een klein beetje tijd en ook gewoon een klein beetje meer fysieke mogelijkheden zijn, um, zou, zou ik iets willen doen over. Het, de dansende mensen, zal ik maar zeggen. Dus niet um, uh, technisch over de geschiedenis van dans of zo. Uh, maar, maar over de, het menselijk onvermogen om te dansen. Dat, dat klinkt abstract. Maar um, ik, heb ook, ik heb er een haak voor gevonden. En, en, um, en uh, um, ja, ik, ik zie daar heel veel mogelijkheden in. In welke zin bedoelde het menselijke onvermogen om te dansen? Ja, ik weet niet hoe of dat, of dat bij jullie zit, maar ik, uh, ik drink al drie jaar niet meer. Dus ik heb ook al drie jaar niet meer gedanst. <lacht> <lacht> en, uh, ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ik kan dat niet. Ik kan, ik kan niet aan die knop. En ik geloof dat dat een essentiële knop is. Nietzsche heeft daar veel over gezegd. Hè. Een dag niet gedanst is eigenlijk een, een dag niet geleefd. Of het is een teken van intelligentie of vrijheid of noem maar op. Mm -hmm. En ik kan daar niet bij. En ik denk dat dat, voor, dat dat mij als mens zou compleet maken als ik die knop weet te vinden. Het, hetzelfde Een beetje acteren is een, hetzelfde ding. Ik, ik heb altijd gedacht, van, ah, dat zou ik leuk vinden, acteren. Maar dat is dezelfde knop. Smijten, hè? Ik, ik kan niet vrij zijn in mijn hoofd. Ik heb constant iemand die mij... In de, ik zelf hou mijzelf de hele tijd in de gaten. Uh, het sluit een klein beetje aan op wat we daar net ook zeiden. van uh, Een beetje loslaten en nu zelf leren zijn. En uzelf, ook dit heeft wel, is, uh, um, is ook wel, weer iets persoonlijks. Maar tegelijk ook een heel interessant veld, denk ik. Namelijk hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, dat is een grens waar je over moet hè, in jezelf. Ja. Ik, ik voelde dat als jong gastje ook op feestjes. Durfde ik niet te dansen. Dan kwam er eens alcohol in het spel natuurlijk. En dan komt er ineens zo'n soort bevrijding. Ja. Het is altijd een beetje. Um, ik moet altijd denken, ook met optreden en zo. Het heeft heel lang geduurd voordat ik dat durfde en ja. zo. En uh, ik moet altijd denken aan dat nummer Prince Charming van Adam in the Ants. Ja. Waarin het je zingt: Ridicule is nothing to be scared of. Maar wij maken onszelf heel vaak wijs dat ja. dat, dat wel zo is. De, de, de grootste schrik dat je hebt is dat jij je eigen lot gaat en dat mensen het belachelijk vinden. Ja. En er moet zo'n soort kentering zitten waarin dat je je dan niet meer aantrekt. Of het gevoel dat, het, dat die vrijheid u geeft, dat dat belangrijker wordt dan wat dat mensen ervan denken. Ja, ik denk dat je een heel goede performer kunt zijn als je die knop niet weet staan, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. dat, je, dat je tot op zekere hoogte mee kunt doen, maar om echt te excelleren moet je voorbij dat punt kunnen. Mm -hmm. Ik denk, je moet kunnen dansen zoals. Ik ken kende dat filmpje van de jonge Björk die optreedt met zo, ik denk zo nog een, een soort pre-Sugarcubes achter de groep, maar ze is echt heel jong. Mm -hmm. En die, dat is, is maniakaal zoals hij danst. Mm -hmm. Dat is niet technisch, maar dat is gewoon een soort vrijheid en daar zit zoveel in. En dan denk ik, dat moet, de, dat moet eigenlijk kunnen. Of zoals. Ja. Roisin Murphy is ook zo iemand, ja, denk ik. Als maar, die danst, zie je ook dat hij danst van het haar. Hij ja. danst niet van het ik kan niet. Ja. Maar daarom kende hij iets. Maar hebt een paar. Kijk nu. Aan je zie je, jongen. Ja, hoe man, dat schattig. Schattig. maar dat is Maar je moet. Het is dus... Danny. Je moet. moet Jong ja. dus Björk. Op dit moment. is is, André is trouwens op uh, YouTube aan het zoeken. Jong uh, Björk. Uh, ja. Ja. Ja, dance, ja misschien. Het is, het is zo. Ze speelt een. Um, ja, die. De derde. Daar. Kijk, met jongeke. En. Uh, is met een, een groepje dat ze daar heeft. En. Ze, het is echt. Het is een jongetje. Maar. En die is je moet daar kijken hoeveel zelfvertrouwen, hoeveel uh, ja mm -hmm. hoe hoe, hoe, hoe kun je zo dat zegt ze dat zo van daar van daar halfskankjes zo zo'n beetje dat die skankje ja. zo ja ja, ja. Shit, maar ik denk als je dat ziet dan je ziet hier staat iemand die tot heel grote dingen in staat is mm -hmm. en ik denk en dat is echt gewoon de, kunnen dansen is denk ik Waar ja, is, is zo een soort next level shit, dat is zo van die, van die meditatiegoeroes die zo tot een soort level geraken, ik denk eigenlijk voor mij is dat, zit hem daar in dansen, af, hè? dat is mm -hmm. eigenlijk wat ik daar, wat ik daar um, vindt, moet je ineens ook aan bad religion denken Also, die frontman kan niet dansen nee. die, kan, die, die spelen al fucking 40 jaar is. Die, die werkt ook nou. in een labo hè? Ja, maar, die, <laughs> ja, maar, die, maar die is toch altijd niet in staat om in het reinen te komen denk je nu weer Greg Gaffin of wie dan Brad Brad Gurovits is is een epitaf ja de Greg inderdaad maar die is <laughs> ja. nog altijd niet in staat om, om, om in komen, <laughs> Greg Greg Gaffin, dat los te laten denk ik vaak en je hebt ook anders Nick Cave is ook een goed voorbeeld van iemand die die niet kan dansen of zoiets, maar die wel kan loslaten. Die echt wel dat, die, die, dat wel kan zo. Ja, die hebben nou iets demonisch ja. soms, hè, dat voelt ja. van die, die spreekt een heel ander ding nog ja. eens aan. Ja zo so, die manier van ja je hebt ook mensen die dat daar niet kunnen dingen die een van Joy Division kon ook verging kloten dansen ja. maar die net zo dat, die hele rare bewegingen ja, ja. waardoor dat die wel wow. fascinerend wordt ja, dat je dus, wel denkt dus die denk... dus kan wel dan ja ja dat is eigenlijk ook het ding van ja. dans en dans ik vind ja. ze de je, je kent dat wel op feestjes zijn er ook altijd van die collega's die ineens gaan dansen waar iedereen dan heel erg mee lacht maar tegelijkertijd voel ik alleen jaloezie van hoe kun je zo loslaten? Not Hoe giving a, a fuck, dit? Not, straight up, not giving a fuck. Zeg maar, als je, maar heb jij zelf dat gevoel? Want uiteindelijk, ik vind uh, uiteindelijk kiezen we wel al heel je leven lang voor een, voor een job in de media loslaten. Hey, als je er ideale wereld zit te hosten, nu is het allemaal gemakkelijk te zeggen van, dat is een cool programma. Maar de eerste keer dat je er wat, uh, uh, ik bedoel, het is ook, uh, ja, maar... uh, dat is toch zo liefde haat of, uh, uh. ja, maar ik, want ik... dat is toch ook loslaten. Als je, de, als je de, in die tijd van de radio moet mensen gewoon bellen. Ja, dat is loslaten, ja. maar ik, ik ben daar gewoon nog niet helemaal. Ah, ja, okay. Ik denk dat ik op 80% zit en ik zou, of 70%. En ik zou, ik moet over die, over die, en, die kriti dat kritieke punt heen geraken. En daarvoor ga ik die knop moeten vinden, denk ik dan. Hè. Maar, maar, want, want ik ben er niet vies van. Hè? Net als Ali ik, vind ik, vind het heerlijk om op een podium te stappen. Het allerleukste vind ik op, om op een podium te stappen en geen idee hebben wat je gaat doen. Dat is mijn. mijn ik, ik, veel, ik, ik, ik moet bijvoorbeeld op werk of ik op vaak bands aankondigen. En uh, ik, wat ik heerlijk vind is als je in een volle wij of een volle tent. En ik weet gewoon, dat is een band dat ik ga aankondigen. En ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Go! Dat vind ik fantastisch. <laughs> dat vind ik heerlijk. Zo in de phase de, de, of self-destruction zoiets zo doen. Mm. Dat, dat, is mijn, dat is mijn suiker. Dat vind ik heerlijk. Dus alleen, denk dat je nog verder kunt. Alleen zo. De, de, um, ik, ik, ik weet niet of ik altijd. Het heeft misschien ook met eerlijkheid te maken, of zo. De eerlijkste versie van mezelf laat zien. En, en ik denk dat je nog altijd een uh, ironie kunt tonen, en, en, en of humor of, 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 of relativering. Maar tegelijkertijd kan ik nog veel eerlijker zijn. En ik denk dat daar ook mee te maken heeft. Ik zo, het eerlijkheid met jezelf of zoiets. Ik wil uh, misschien eindigen met een quote van u, waar ik echt van dacht. Ik um, zal u zeggen wat dat dan is. Ik wil een leven zonder opwinding en spanning, rustig moonwalkend naar de dood. Ik geloof er geen kloten van. <laughs> Mag je dat zeggen? Je ja, hebt geloof dat ook niet. <laughs> het kwam eruit. Een goede quote, maar ik geloof klote. er geen kloten van. Nee, nee, het was. Uh, het uh, nee, het klopt ook niet zo. Maar, uh, uh, ik weet wel wat je wilt doen, want ik snap het wel, van ja. waar dat komt. Maar ik heb echt zoiets weet van nee. Ja, nee, nee. Het, het is inderdaad, het is. Uh, uh, dat Klopt inderdaad niet. Integendeel. Dus wat voor een leven wilde wel. Maar soms, maar ja, ook niet. Soms wilde, wel, wilde dat wel. Hij wilde wel gewoon met rust gelaten worden. Maar is dat niet? Dat is toch het lastige bij de job die we doen? Is zo. Je wilt bovenop die top staan. En je wilt dat iedereen je knap en tof vindt. En tegelijkertijd wilde ook dat iedereen je gerust laat. Hmm. En dat echt waar, dat je, dat je gewoon in je, ja, dat je, dat je. Dat je, dat je rustig op je, op je, op je boerderij kunt zitten. En, en gewoon, dat is, dat is de, de heel moeilijk. Maar dat is alleen maar leuk, hè, als je die andere kant ook hebt. Ja. Ja, ja, het is maar dat. Want als jij alleen nog maar op je boerderij zit en ah, niemand belt u nog of kijkt nog naar je om, dan heb je die rust ook niet. Nee, zo. nee, dat dan is... Dan moonwalk je niet naar de dood. <laughs> ik kan zelfs niet moonwalk <laughs> Dat is ah. ook heel moeilijk. We moeten moet ook een documentaire <laughs> ja, over maken. De dus <laughs> <The> moonwalk. <laughs> Dat is een aflevering dan van die dans. Ah wel, voilà, uh, moet er uh, zeker uh, doen. Nee, nee, dat, het, is, het, was, het was, niet gemeend, maar, uh, maar, maar af en toe, ja, het ruikt wel natuurlijk. Hè. Um, uh, ik hoef niet altijd, en da, allee, ik probeer me daarvan te overtuigen dat je niet elke keer met elk circus mee moet. Hè? Dat je niet elke keer als je de gelegenheid krijgt van, oh, we gaan een nieuw programma doen en je moet dan, weet ik veel, van een gebouw skydiven en zeggen van, oh, ja, want ik moet dat dan maar doen. Nee, je moet dat niet doen. Maar anderzijds, eens in de maand zo'n circus, dat vind ik dan nog een. Of eens in het jaar. Ik ga, ik, het zou stom zijn als ik nu zou zeggen: het is, het is wel geweest. Zolang, zolang die kansen er zijn. En zolang dat je de gelegenheid krijgt om beter te worden. Want daar heeft het eigenlijk allemaal mee te maken. Ik wil, gewoon echt, ik wil nog altijd beter worden. En zolang dat ik voel dat er rijk op zit, dan, uh, dan, dan, um, dan moet ik dat voor mezelf blijven doen. Denk ik. Otto Hem. merci voor langs te komen. Man, het was mega cool. Ik vond het tof. Ja, ik vind het altijd super. Um, ja, voor iedereen dat aan het kijken is, I am Johnny Polon Hi, my name is Johnny Polonski. Uh, documentaire van Otto Jan Hem te zien op VRT nu, denk ik. ik kunnen dat bekijken. Tot 6 februari, zeg ik? Ja, en dan gaan we proberen het nog op. Allee, het ja. zou zonde zijn als het weggaat. Ja, maar dat zal, niet, dat zal niet gebeuren, denk ik. En zeker na deze aflevering. Jullie moeten allemaal verplicht hey, kijken, godverdomme. Wissel, eh. van de, wissel van de macht is er een week langer doorgebleven. Ah, ah uh, voilà, zie je wel. Uh, 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 af en toe, uh, uh, what godverdomme. What dat was wel politiek, natuurlijk. <laughs> ja, ik ga nooit het woord influencer gebruiken, maar there you go. Dus absoluut. Een documentaire bekijken, ook uh, over de oceaan, nu te bekijken. Op ja. uh, vier zeker, denk ik, Ja, dat is. Uh, ja, vier, ja. Vier, hè? Dus uh, voilà. Otto Jan, merci om langs te komen. Het was fantastisch. Als je die een uh, documentaire, reeks of film maakt over dans, dan kom die hier maar weer zitten. En dan ja. leggen we het allemaal uit. Ja, ja. Um, het was fantastisch dat je hier wordt. Ik vond het alvast uh, een plezier om naar die documentaire te kijken. De pijnlijke herkenbaarheid was soms ook geweldig. Allemaal zeker doen. Hi, my name is Johnny Polonski, VRT Nu. Dat was het uh, voor ons voor deze week. Volgende week zijn we er weer terug. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij we er terug... ...when we make Monday great again. The first step on the road to recovery... ...is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik ben hier aan je voor de Als het ergens over moet gaan zijn de leskey not the same op iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval